gedaan vorig jaar, dat de meeste mensen die in een collectieve verzekering zitten eigenlijk beter af zouden zijn als zij gewoon een verzekering zelf zouden afsluiten. Dus onze boodschap is zeker dit jaar, kijk eventjes goed naar jouw situatie, wat jij nodig hebt in je verzekering en maak de juiste keuze. Ja, want, maar die korting die zou minder worden vanaf 1 januari 2020. Hè, die zou van 10% naar 5% gaan. Dus dat betekent eigenlijk dat het toch nog een beetje een toekomstverhaal is. Wanneer, zeg jij, is het nu wel gunstig om zo'n collectieve verzekering af te sluiten? Nou, straks vanaf 12 november dan zijn alle premies bekend. Dus dan wordt ook duidelijk wat deze vermindering van de korting gaat betekenen daadwerkelijk voor jouw verzekering. Wat we eigenlijk zien is dat iedereen die alleen maar kiest voor een basisverzekering, dus de door de overheid vastgestelde zorg, daar is eigenlijk een collectieve verzekering nooit gunstiger. Dan kun je altijd wel iets anders vinden wat voordeliger is voor jouw situatie. Heb je nou een heel uitgebreid pakket met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld omdat je een fysiek beroep hebt en omdat speciaal met jou voor jouw werkgever is afgesproken dat je extra fysiotherapie bijvoorbeeld kan krijgen, dan zien we dat die pakketten vaak wel gunstig kunnen zijn. Dus naarmate de aanvullende vraag eigenlijk groter is, pakt het vaak wat voordeliger uit om wel zo'n collectief af te sluiten. Maar voor de meeste mensen is het echt goed om te kijken, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig en waar kan ik dat het gunstigst afsluiten? En heel vaak is dat dus niet via de werkgever. Oké, dankjewel Koen. Ja, het hele onderzoek is te vinden op onze site en in de app. Zo'n 300 buurtbewoners kwamen gisteravond bij elkaar om steun te zoeken naar het familiedrama in de Dordtse wijk Sterrenburg. Bij het drama kwamen maandag een vader, een moeder en hun twee kinderen van 8 en 12 om het leven. De vader was een politieman. Robin, jij was bij de ontmoetingskerk. Hoe was de sfeer daar? Ja, de sfeer was wel heel gelaten eigenlijk. En mensen die zochten echt steun bij elkaar. Er kwamen zo'n 300 mensen op af inderdaad. Vooral veel kinderen die de meisjes kenden van school. Veel mensen van de voetbalclub ook, waar de moeder en hun dochter op zaten. Je zag vooral dat het mensen eigenlijk nog niet bevatten wat er nou eigenlijk gebeurd is. Nee. Ook burgemeester Wouter Kolf was aanwezig om de bezoekers toe te spreken. Hij zegt het volgende over de emotionele avond. Ik heb mensen ook toegesproken en geprobeerd wat hoop en moed mee te geven. En ook nog gehad over het feit dat we 9,5 jaar geleden in dezelfde wijk ook een verschrikkelijk drama hebben gehad. Veel herkenning. Ik denk dat het goed is dat mensen ook weten dat er ruimte is voor gesprek en dat je best verdrietig mag zijn. Je moet die emoties met elkaar delen en daar hebben we vanavond plek voor willen geven. Ja, de burgemeester geeft het ook al aan. Het drama van 9 jaar geleden, Millie Boele, die werd toen in de achtertuin van de buurman gevonden. Dat is natuurlijk een verhaal wat meteen weer loskomt als er zoiets gebeurt. Zeker, de vergelijking is natuurlijk ook heel snel te maken, want het ging toen ook om een politieagent. Ja. In dit geval weer, en het is echt op 500 meter afstand van elkaar. Dus ja, er wordt nu ook wel veel over gesproken natuurlijk in de wijk. Ja. Dat komt wel weer allemaal naar boven. Ja, want je hebt er nou zo'n 2 dagen rondgelopen, hè? Je hebt er verslag van gedaan. Wat is nou het meest opmerkelijke wat jij gezien hebt in die 2 dagen? Het meest opmerkelijke? Nou ja, je ziet vooral eigenlijk dat het gekke is dat er nu, het lijkt nu daar alsof er helemaal niets gebeurd is. Kijk, maandagavond was het natuurlijk vol met belangstellenden, heel veel pers. Gisterochtend was eigenlijk het huis nog wel afgezet met politielint, maar gistermiddag, ja, de auto's staan nog voor de deur, fietsen staan voor de deur. Het is eigenlijk alsof daar nog gewoon een gezin woont. Het huis lijkt bewoond. Ja, er liggen nu alleen heel veel bloemen natuurlijk, wat wel laat zien dat er iets ernstigs gebeurd is, maar ja, je kijkt ook de kamers van de kinderen nog binnen. Dus je bent heel erg bezig met wat zich daar allemaal heeft afgespeeld eigenlijk. Is er nog onderzoek in dat huis aan de gang? Nee, dat is eigenlijk maandagnacht afgerond. Ja, omdat er eigenlijk ook al heel snel duidelijk was natuurlijk wie de schutter was. Klopt, ja. Gisteren sprak Robin een buurtbewoner die tijdens de schietpartij in de buurt was. Ik ben gelijk er naartoe gegaan. Omdat ik hoorde van mijn maatje, die woont ernaast. Dus gelijk gaan kijken of het goed gaat met hem. En als je nog hoort wat er gebeurd is, dat is wel heftig. En, ik kende de kinderen ook. Want ik kom natuurlijk vaak bij mijn maat. En die kinderen waren al buiten aan het spelen. Hele lieve kinderen. En hoe is de sfeer nu in de wijk? Ja, stil. Het is echt stil, dat merk je ook. Er zijn veel mensen op straat, dat wel. Maar iedereen is er om elkaar te helpen. De agent nam zijn dienstwapen mee naar huis. Daarmee heeft hij de schietpartij gedaan. Maar mocht hij die wel meenemen? Ja, die vraag wordt ook heel veel gesteld nu online. Mensen die bevatten natuurlijk niet hoe dat eigenlijk kan, hè?
Het gebeurt wel dat politieagenten dat mogen. Als ze oproepdienst hebben, is het niet heel ongebruikelijk. Maar meestal wordt een wapen wel in een kluis bewaard. Dus hoe dat in dit geval precies gebeurd is, hoe het kon dat hij toegang had tot het wapen, dat wordt nog wel onderzocht. Of er genoeg toezicht op is. Ja, precies. Ja. En de komende dagen zijn er nog herdenkingen? Wat gebeurt er de komende dagen? Nou, er is wel veel initiatief vanuit de club waar de moeder en dochter zaten. Vanuit scholen zijn er veel herdenkingsplekken ingericht. Ik verwacht ook wel dat er misschien nog een stille tocht gaat volgen deze week. Maar dat zal later vandaag of misschien in de komende dagen zal het duidelijk worden. Ja. We volgen het. Dankjewel. En we praten volgende uur door. Ja. Je hebt oorlogsvluchtelingen, je hebt economische vluchtelingen, maar er bestaan ook luchtvluchtelingen. Mensen die niet langer in de vieze dampen van de Randstad willen wonen en naar de uithoeken van Nederland trekken. Gisteren sloeg het Longfonds nog alarm over de slechte luchtkwaliteit in ons land. En verslaggever Peter Boender, die is in het Groningse Haren. Ja, Peter, merk je dat de zuurstof al naar je hersenen stroomt? Heerlijk, als je hier je neus ophaalt, dan is dat echt wel anders in waar ik woon, Oude Noorden in Rotterdam. Met al die vieze dampen daar zo. Dit is toch echt wel even anders. En dat weet jij ook, ja, Jan Roosendaal. Jij bent hier 20 jaar geleden heen verhuisd. Met welke reden? Ik was net vader geworden in februari. En van zo'n klein hummeltje. En inwoonde in Vlaardingen-Ambacht. En die jongen die had vanaf het begin had die last van zijn longen. Liep iedere keer vol, moest pufjes. En de huisarts die zei van ja, dat heeft met de vieze lucht te maken. Er zijn twee kansen, hij groeit er overheen. Of hij houdt er een chronische astmatische aandoeningen over. En op een gegeven moment kwamen wij terug van vakantie uit Frankrijk. Jong had nergens last van gehad. En wij rijden zo vanaf de zuiden zo de Benelux-tunnel in. Niks aan de hand. Hij op de achterbank in de maxicosi. Wij rijden zo aan de Vlaardingenkant eruit, zeg maar. En je hoort hem helemaal vol lopen. En ja, dat was wel voor ons het signaal om daar wat aan te doen. En nou ja, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je werk hebt, weet ik het allemaal. En uiteindelijk zijn we toen in Drenthe terechtgekomen. En nu in Groningen, ja. Ja, in het aardbevinggebied, dat is beter? Nou, daar heb je hier geen last van. Dit is net het stukje wat op de hondsrug ligt. Daar zijn geen aardbevingen. Ja. Maar je komt dus uit Vlaardingen, hè? Ja. Shell Pernis in de buurt, de A20. Ja, nee, dat klopt. En ik ga onze zomer iedere keer eens hou vast. En ja, die is ook hier komen wonen. Heeft nooit meer een pufje nodig gehad. Is inmiddels ouder, loopt voorop bij de voetbaltrainingen. Weet je wel, dat geeft ons wel het idee dat we de goede keuze destijds gemaakt hebben. En nu ben je luchtvluchteling. Zijn er meer mensen als jij? Is dat een trend? Nou, of het een trend is, weet ik niet. Maar goed, ja, mensen verhuizen wel om dat soort redenen natuurlijk. Ik heb de verhalen ook gelezen. En als je dan ziet dat je kinderen chronische aandoeningen van kunnen krijgen, ja, wat doe je dan? Ja, dan zoek je heel ergens anders. Als dat kan, dan doe je dat, denk ik. Ja, allemaal naar Haren komen. Nou, dat zou ik ook niet doen. Maar er zijn genoeg mooie plekjes in Nederland waar je dat ook kan doen, denk ik. Nou ja, goed. Hier, als je in ieder geval van een frisse lucht houdt, kom je zeker in het Groningen of de Waddeneilanden of zo. Sparen loont niet meer. Waar je eerst nog rente ontving over je opgebouwde spaargeld, moet je waarschijnlijk binnenkort rente betalen om te sparen. Ja, Amanda Bulthuis, jij bent financieel journalist bij Geld.nl. Nou, de norm was altijd zo'n 0,03%, tenminste van de laatste tijd. Dat was al niet veel. Maar nu gaan we straks wellicht geld betalen over het geld wat we gespaard hebben. Dat is een bizar besluit, lijkt me. Ja, ja. Het is ook wel echt iets wat mensen heel erg bezighoudt, merken we ook, hè, uit de reacties die wij op Geld.nl krijgen. En eigenlijk voelt het voor mensen heel oneerlijk. Maar je hebt gewoon hard gewerkt voor je spaargeld en hè, hoezo zou je daarvoor moeten betalen? Ja, dus dan ga je het op de bank zetten. Waar moeten we aan denken? Hoeveel percentage gaat dat worden? Nou, we zien nu hè, bij sommige banken al echt voor de hele hoge saldo's, als het gaat om tonnen of miljoenen, dat daar wel negatieve rentes op gevraagd worden. En dan zit je rond de 0,04 of 0,6 zelfs soms.
Dus het is heel verschillend. Dat is moeilijk om te zeggen. Maar wat wij wel denken is echt dat voor de kleine spaarders, dus de mensen met een paar duizend euro op een spaarrekening, die gaan daar echt nog voorlopig helemaal niks van merken. Oké, maar even terug. Hè? Want voorheen was het dan zo, of tot nu toe nog steeds eigenlijk, hè? Dat er moest een soort van 4% rente over een bedrag betaald worden, waar de consument uiteindelijk de 0,03 van betaalde. En dat gat, dat werd opgevangen door de bank zelf. Maar nu worden die kosten dus bij de consument neergelegd. Ja. Waarom wordt dat verschoven? Nou, de Europese Centrale Bank heeft ook al laten weten dat ze de rentes waarschijnlijk nog verder gaan verlagen. Dat betekent dat de banken nog meer geld moeten gaan betalen over het spaargeld wat zij bij de Europese Centrale Bank neerzetten. Mm-hmm. En ja, dat is nu dus op een punt aangekomen dat banken zeggen, ja, dat willen wij niet meer zelf dragen. We willen daar ook een deel van de last bij de consument gaan leggen. En daar wordt nu over onderhandeld. Heeft sparen nog zin voor ons? Nou, het heeft natuurlijk altijd zin om wat geld achter de hand te houden voor, hè, als je wasmachine stuk gaat of voor die grote uitgaven die je wil doen om daar wat voor bij elkaar te sparen. Je kunt je wel afvragen hoe zinvol het nog is om hele grote bedragen op je spaarrekening te gaan hebben. Misschien kan je dan beter kijken naar of een deposito of aflossen op je hypotheek. Of ja, wat zou je nog meer kunnen doen inderdaad? Ja. Dan als je zoveel geld eenmaal op je bank hebt. Ja. Nou ja, er zitten natuurlijk nou ook heel veel milieu-investeringen in je huis. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp, dat soort dingen. Dat zijn ook mogelijkheden waar mensen naar kijken, beleggen. Ja. Ja, maar we worden dus als het ware gestimuleerd om ons geld harder uit te geven. Hoewel ik een paar jaar geleden alleen nog maar hoorde, zorg dat je je buffer klaar hebt liggen voor later. Want wie weet wat de regering je nog gaat uitbetalen tijdens je AOW'tje. Ja. Dus maar wat kunnen we nou het beste doen? Want ik kan me voorstellen dat mensen hier een soort van paniek van krijgen. Ja. Ja, nou, het is eigenlijk ook een hele dubbele boodschap. Want aan de ene kant moet je inderdaad natuurlijk genoeg geld bij elkaar sparen voor je pensioen. Want ja, de pensioenfondsen zijn onzeker. AOW weet je niet, hè, als je over tientallen jaren met pensioen gaat, hoeveel je nog gaat krijgen. Nee. Dus het is echt wel belangrijk om ook echt zelf wat op te bouwen. Maar aan de andere kant, ja, als die negatieve rentes eraan komen, word je daar wel enigszins op bestraft. En dat is een hele lastige situatie, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar wat is de uiteindelijke reden dat we meer geld moeten gaan uitgeven? Nou, de reden is eigenlijk dat de Europese Centrale Bank wil dat de economische groei meer wordt, dat de inflatie omhoog gaat. Dus om die reden stimuleren zij de banken eigenlijk om meer geld uit te gaan geven. Ja. Door te zeggen van, als je het bij ons neerzet, dan moet je voor betalen. Aan de andere kant wordt dan ook het rente lenen. Een lening wordt lager in de rente, wil ik zeggen. Ja. Dus dat is dan, je kunt makkelijker lenen. Ik denk toch dat de oude shock weer terugkomt. Ja, zou het? Nou, mensen roepen dat wel heel hard, maar ik denk dat mensen zich er ook wel heel erg bewust van zijn wat de risico's zijn. Als er ingebroken wordt in je huis of er komt brand, dan ben je het kwijt. Ja. Dus ik denk dat mensen er eerder misschien voor zullen kiezen om het eerst op een betaalrekening te zetten of toch naar een bank te gaan met een iets hogere rente in plaats van... Als het niet de oude sok is, dan gaan we het volgend uur al hebben over wat de alternatieven wel nog weer kunnen zijn. Ja, is goed. Dankjewel. Morgen is de film Downton Abbey te zien in de bioscoop. Na de vele prijzen bekroonde serie kon een verfilming niet uitblijven. In de bioscoopversie zien we de Crawleys en hun personeel zich voorbereiden op het belangrijkste moment in hun leven. Are you here for dinner, mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Ab, je was een van de eerste die de film gezien heeft. Hoe vond je hem? Geweldig. De fans worden niet teleurgesteld door deze filmversie. We hebben 5 seizoenen meegemaakt, 52 afleveringen. En dit is toch een prachtige voorzetting van wat we al weten eigenlijk. De druk lag er eigenlijk best wel op na zo'n groot succes. Ja. Film of de serie? De film. Waarom? Omdat het ook, ja. Oh, die had ik niet aan zien komen. Nee, nee. Maar kijk, het wordt ook geweldig in beeld gebracht. Hè? Dus dat landhuis wat je ziet, dat wordt via drone shots echt op het grote doek. Is dat echt indrukwekkend om te zien. Ja. En ze hebben ook een heel slim verhaal bedacht. Hè? In kort bestek, koninklijk bezoek komt langs. En dat heeft meteen een conflict tot gevolg, want die brengt zijn eigen entourage mee. Eigen koks, butlers, dus de vaste mensen, die gaan dat een beetje saboteren. Dat is wel leuk. De house staff, die komt in opstand. Ja, ja. En moet je de serie eigenlijk gezien hebben, voordat het heeft je de film kan waarderen? Ik begrijp dat je dat vraagt, want ja, er zijn zoveel personages in die serie, maar... Ja,
Ik kan het niet beoordelen omdat ik de serie ken. Ja. Maar is het een rond verhaal op zich? Ja, het wordt mooi afgerond. Maar ik denk ook dat er nog wel een keer een tweede film komt, hoor. Hey, maar als de serie al 3 Golden Globes en 15 ja. Emmys op zijn naam heeft staan... wat moet het betekenen voor een film dan die jij zegt eigenlijk nog fijner is om naar te kijken? Ja, nou ja, goed. Ze gaan uit van meer diepgang in de personages. Want deze film duurt 2 uur. Die afleveringen duurden... Dat is best een lange zit. Juist, op zich, ja. Maar het vloog voorbij. Het is okay. Heel snel gemonteerd. De scènes zijn echt heel compact. Dus je maakt mee dat... Het was geen straf. Zeker geen straf. We gaan even Wij zijn kijken. Ontzettend ja, enthousiast. Ja. Maar nog even het verhaal van de film. Met koninklijke bezoeken dat op stapel staat... voor de basis voor veel intriges, romantiek en schandalen. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties. Of hoe zou je de film omschrijven? Humor, tragiek, drama? Nee, het is gewoon gezellig drama. He, er komen wat conflicten in voor. Er komt 1 spraakmakende scène in voor, die ik eigenlijk niet mag verklappen. Want het heeft met homoseksualiteit te maken. Maar het is een serie die ook weer positief is. Hè? Want het geheim van Downton Abbey, het is geen cynische serie. Nee. Er gebeuren wel allerlei conflictjes en ruzies en zo. Maar die conflicten gaan dus wel met de tijd mee? Ja, want dit speelt zich af in 1927. Ja. Hè? Dus we hebben niet een grote sprong in de tijd gemaakt. Hè? Want anders zou Maggie Smith, hè, die Lady Violet, speelt 140 moeten zijn inmiddels. Ja, dat lukt niet heel dat hard, lukt niet. Nee. Dus er zit wel een soort... Wordt chronologie ten opzichte van de tv-serie. Ja, dat is wel een mooi karakter inderdaad. Die zullen we in 2 uur nog even uitgebreid gaan bespreken. Maar van de 5 te vergeven sterren? Hoe... 4. 4 sterren? 4 sterren, absoluut. En, en de voorverkoop die loopt... We zijn er weer. Ja, elke week gaat René van social media platform Rumark speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week staat hij in Amersfoort. Ja, René, goedemorgen. Er moet ongetwijfeld kut in jouw quote zitten, want anders is het geen Rumark quote meer, toch? Ja, dat was wel even makkelijk, hè. Maar ja, vandaag eigenlijk ook weer. We kunnen het ook een smeetje op de dag noemen. Maar ik sta nog steeds in mijn eentje, want iedereen loopt weg. Ik loop even snel naar deze meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hoe is het? Heel goed. Hey, weet jij nog wat er gebeurde 18 jaar geleden? Ja, ik weet het. Wat dan? Met de vliegtuigen. Vliegtuigen, hè? Ja, boom. Heeft dat een impact op u gehad, die tijd? Ja, natuurlijk vreselijk. En vindt u het nog steeds belangrijk dat we daar vandaag de dag nog over hebben? Ja. Niet echt? Nee, herinnering, man. Ja, maar... Herinnering? Ja. En bent u zelf als bang voor aanslagen? Nee, niet echt. Niet echt? Nee. Nee. Ja, werken ze vandaag? Gaan er tegenaan. En wat mij opviel is in ieder geval dat de mensen vanochtend er niet echt van bewust waren dat het 9-11 is vandaag. Maar op het moment dat ze het over hebben, dan weten ze ineens weer waar het allemaal over gaat. En dat zag er zo uit vanochtend. Kunt u voor mij voorlezen? Nee, doe het niet. Oké. Okay. Wat een kutdag, hè? Hoe was je 18 jaar geleden? Zou ik zo niet kunnen zeggen. En als ik zeg dat het toen 11 september was? Oh, wacht even, joh. Dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Dat was wat. Dan weer 18 jaar geleden? Ja. Oh, jee, bizar, ja, dat he? Weet ik nog. Dat weet u dat nog? Anders goed, want ik was een baby aan het voeden op mijn werk. Ik denk, nou wordt de wereld nooit meer zoals het geweest was. Toen was ik in Turkije. Toen was je in Turkije? Ja, waren we net geland. Ja. Heel veel mensen herinneren zich nog wel waar ze waren. Ja, nee. Weet u het nog? Ja. Nou, vertel eens. In de taxi. In de taxi? Ja, absoluut, in de taxi. Dat was ik. Gewoon aan het werk, ja. En je gaat je eigen soort toch niet uitroeien, of wel? Je moet wel weten wat er toen is gebeurd, zeg maar. Al is het maar dat je er les uit leert en dat je gewoon scherp blijft op dingen. Ja. Om er ieder jaar weer dezelfde films op televisie te gaan draaien en zo. Dat maakt het een kutdag. Geen schrik hebben van de dood. Ja. Nou, dat is ook een goeie. Niet bang zijn voor de dood. Het gebeurt uiteindelijk toch wel. Ja, daarom. Nee. Sommige mensen weten het niet eens meer. Nee. Die staan er helemaal niet meer bij stil. Nee, absoluut niet, nee. Zoals u. Ik sta wel weer stil. Ik moet het even... Nou, u staat stil, want u heeft geen klanten. Nee, dus moet tegen. Ja.
gaat het over jeugdartsen die ouders gaan helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Want opvoeden, dat is niet altijd even makkelijk. En het gaat ook over een hele grote vis, een meerval van meer dan 2 meter lang en misschien wel een record. Ochtendpot hoor je in je app en op ad.nl. Wakker worden dus met Luc en Simone in onze app. En daar vind je ook weer een nieuwe aflevering van Foxpop. Hoe gaat het met de vrouwenemancipatie in Nederland? Ik vind het prima gaan. Ik dacht dat het wel redelijk ging. Nou, ik vind het wel redelijk eigenlijk wel. Ik bedoel dat feminisme en dergelijke. Ja, gelijke rechten voor vrouwen. Maar dat is het toch al lang hoor. Want je hoort dus heel veel, allemaal lees je dingen en zo over vrouwendiscriminatie. Ja, klopt. Maar in de praktijk merk ik er zelf weinig van. Ja, dat snap ik ook. Voor tijd dat hij bij een paar vrouwen langs gaat. Wie weet zie je dat ook terug in de app. Nou, tot slot dan nog het weer. Want het is vandaag opnieuw bewolkt en het gaat af en toe regenen. De zuidwestenwind die wordt matig tot krachtig. Het zal tussen de 17 en de 19 graden worden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo. En welkom bij de ochtendshow to go. Na het familiedrama in Dordrecht zoeken buurtbewoners steun bij elkaar. Verslaggever Robin Nanninga van AD De Dordtenaar die was bij de bijeenkomst voor omwonenden. En betalen voor je spaargeld, waarom dat zo is en wat je het beste kunt doen, hoor je van Amanda Bulthuis, financieel journalist bij geld.nl. Verder, de tv-serie was zo populair dat de personages uit Downton Abbey nu op het witte doek te zien zijn. Of dat een succes is, weet filmrecensent Ab Zacht. Maar eerst collectieve verzekeringen die helemaal niet zo gunstig blijken te zijn. Ja, 2/3 van de Nederlanders die kiest voor zo'n verzekering vanwege de korting. Maar een normale verzekering is vaak voordeliger. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. We hebben contact met de algemeen directeur van Independer, Koen de Ruiter. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Hoe kan dat nu pas ineens blijkt? Er is een aanleiding waarom we een onderzoek hebben gedaan. Collectieve verzekering, misschien zegt die term niet iedereen iets. Maar dat zijn verzekeringen die je doorgaans via je werkgever aangeboden krijgt voor de zorgverzekering. En dan krijg je een aanbod en er zit dan een hoge korting op. Nou, de minister heeft besloten dat die kortingen lager moeten gaan worden. Omdat een aantal doelen die waren bepaald daar niet helemaal mee gehaald zijn, heeft hij nu gezegd, nou die korting die moet omlaag. Dus wij zijn gaan onderzoeken of mensen dat eigenlijk weten dat die korting omlaag gaat. Dat bleek heel erg onbekend te zijn. 90% van de mensen die zo'n verzekering heeft, die weet dat eigenlijk helemaal niet. En wij hadden al eerder onderzoek gedaan, vorig jaar, dat de meeste mensen die in een collectieve verzekering zitten eigenlijk beter af zouden zijn als zij gewoon een verzekering zelf zouden afsluiten. Dus onze boodschap is zeker dit jaar, kijk eventjes goed naar jouw situatie, wat jij nodig hebt in je verzekering. En maak de juiste keuze. Ja, maar die korting die zou minder worden vanaf 1 januari 2020. Hè, die zou van 10% naar 5% gaan. Dus dat betekent eigenlijk dat het ook nog een beetje een toekomstverhaal is. Wanneer, zeg jij, is het nu wel gunstig om zo'n collectieve verzekering af te sluiten? Nou, straks vanaf 12 november dan zijn alle premies bekend. Dus dan wordt ook duidelijk wat deze vermindering van de korting gaat betekenen daadwerkelijk voor jouw verzekering. Wat we eigenlijk zien is dat iedereen die alleen maar kiest voor een basisverzekering, dus de door de overheid vastgestelde zorg, daar is eigenlijk een collectieve verzekering nooit gunstiger. Dan kun je altijd wel iets anders vinden wat voordeliger is voor jouw situatie. Heb je nou een heel uitgebreid pakket met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld omdat je een fysiek beroep hebt en omdat speciaal voor jouw werkgever is afgesproken dat je extra fysiotherapie bijvoorbeeld kan krijgen, dan zien we dat die pakketten vaak wel gunstig kunnen zijn. Dus naarmate de aanvullende vraag eigenlijk groter is, pakt het vaak wat voordeliger uit om wel zo'n collectief af te sluiten. Maar voor de meeste mensen is het echt goed om te kijken, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig en waar kan ik dat het gunstigst afsluiten? En heel vaak is dat dus niet via de werkgever. Oké, dankjewel Koen. Ja, het hele onderzoek is te vinden op onze site en in de app. Zo'n 300 buurtbewoners kwamen gisteravond bij elkaar om steun te zoeken naar het familiedrama in de Dordtse wijk Sterrenburg. Bij het drama kwamen maandag een vader, een moeder en hun 2 kinderen van 8 en 12 om het leven. De vader was een politieman. Robin, jij was bij de ontmoetingskerk. Hoe was de sfeer daar?
Ja, de sfeer was wel heel, heel gelaten eigenlijk. En mensen die zochten echt steun bij elkaar. Er kwamen zo'n 300 mensen op af inderdaad. Vooral veel kinderen die de meisjes kenden van school. Veel mensen van de voetbalclub ook, waar de moeder en de dochter op zaten. Ja, je zag vooral dat het mensen eigenlijk nog niet bevatten wat er eigenlijk gebeurd is. Nee. Ook burgemeester Wouter Kolff was aanwezig om de bezoekers toe te spreken. Hij zegt het volgende over de emotionele avond. Ik heb mensen ook toegesproken en geprobeerd wat hoop en moed mee te geven. En ook nog gehad over het feit dat we 9,5 jaar geleden in dezelfde wijk ook een verschrikkelijk drama hebben gehad. Ja, veel herkenning. Ik denk dat het goed is dat mensen ook weten dat er ruimte is voor gesprek en dat je best verdrietig mag zijn. Je moet die emoties met elkaar delen en daar hebben we vanavond plek voor willen geven. Ja, de burgemeester geeft het ook al aan. Het drama van 9 jaar geleden, Millie Boele, die werd toen in de achtertuin van de buurman gevonden. Dat is natuurlijk een verhaal wat meteen weer loskomt als er zoiets gebeurt. Zeker, de vergelijking is natuurlijk ook heel snel te maken, want het ging toen ook om een politieagent. Ja. In dit geval weer, en het is echt op 500 meter afstand van elkaar. Dus ja, er wordt nu ook wel veel over gesproken natuurlijk in de wijk. Ja. Ja, dat komt wel weer allemaal naar boven. Ja, want je hebt er nou zo'n 2 dagen rondgelopen, hè? Je hebt er verslag van gedaan. Wat is nou het meest opmerkelijke wat jij gezien hebt in die 2 dagen? Het meest opmerkelijk. Nou ja, je ziet vooral eigenlijk dat het gekke is dat er nu, het lijkt nu daar alsof er helemaal niks gebeurd is. Kijk, maandagavond was het natuurlijk vol met belangstellenden, heel veel pers. Gisterochtend was eigenlijk het huis nog wel afgezet met politielint. Maar gistermiddag, ja, de auto's staan nog voor de deur, fietsen staan voor de deur. Het is eigenlijk alsof daar nog gewoon een gezin woont. Het huis is gewoon, het lijkt bewoond. Ja, er liggen nu alleen heel veel bloemen natuurlijk. Wat wel laat zien dat er iets ernstigs gebeurd is. Maar ja, je kijkt ook de kamers van de kinderen nog binnen. Dus je bent heel erg bezig met wat zich daar allemaal heeft afgespeeld eigenlijk. Is er nog onderzoek in dat huis aan de gang? Nee, dat is eigenlijk maandagnacht afgerond. Ja, omdat er eigenlijk ook al heel snel duidelijk was natuurlijk wie de schutter was. Klopt, ja. Gisteren sprak Robin een buurtbewoner die tijdens de schietpartij in de buurt was. Ik ben gelijk er naartoe gegaan. Omdat ik hoorde van mijn maatje, die woont ernaast. Dus gelijk gaan kijken of het goed gaat met hem. En ja, als je nog hoort wat er gebeurd is, dat is wel heftig. Met me, ja, ik kende de kinderen ook. Want ja, ik kom natuurlijk vaak met mijn maat. En ja, die kinderen waren al buiten aan het spelen. Hele lieve kinderen. En hoe is de sfeer nu in de wijk? Ja, stil. Het is echt stil, dat merk je ook. Er zijn veel mensen op straat, dat wel. Maar iedereen is er om elkaar te helpen. De agent nam zijn dienstwapen mee naar huis. Daarmee heeft hij de schietpartij gedaan. Maar mocht hij die wel meenemen? Ja, die vraag wordt ook heel veel gesteld nu online. Mensen die bevatten natuurlijk niet hoe dat eigenlijk kan. Hè? Het gebeurt wel dat politieagenten dat mogen. Als ze oproepdienst hebben, is het niet heel ongebruikelijk. Maar meestal wordt een wapen wel in een kluis bewaard. Dus hoe dat in dit geval precies gebeurd is, hoe het kon dat hij toegang had tot het wapen, dat wordt nog wel onderzocht. Of er genoeg toezicht op is. Ja, precies. Ja. En de komende dagen zijn er nog herdenkingen. Wat gebeurt er de komende dagen? Nou, er is wel veel initiatief vanuit de club waar de moeder en dochter zaten. Vanuit scholen zijn er veel herdenkingsplekken ingericht. Ik verwacht ook wel dat er misschien nog een stille tocht gaat volgen deze week. Maar dat zal later vandaag of misschien in de komende dagen zal het duidelijk worden. Ja. We volgen het. Dankjewel. En we praten volgende uur door. Ja. Je hebt oorlogsvluchtelingen, je hebt economische vluchtelingen, maar er bestaan ook luchtvluchtelingen. Mensen die niet langer in de vieze dampen van de Randstad willen wonen en naar de uithoeken van Nederland trekken. Gisteren sloeg het Longfonds nog alarm over de slechte luchtkwaliteit in ons land. En verslaggever Peter Boender, die is in het Groningse Haren. Ja, Peter, merk je dat de zuurstof al naar je hersenen stroomt? Heerlijk, als je hier je neus ophaalt, dan is dat echt wel anders in waar ik woon, Oude Noorden in Rotterdam. Met al die vieze dampen daar zo. Dit is toch echt wel even anders. En dat weet jij ook, Jan Roosendaal. Jij bent hier 20 jaar geleden heen verhuisd. Met welke reden? Ik was net vader geworden in februari. En van zo'n klein hummeltje. En inwoonde in Vlaardingen-Ambacht. En die jongen die had vanaf het begin had die last van zijn longen. Liep iedere keer vol, moest pufjes. En de huisarts die zei van ja, dat heeft met de vieze lucht te maken. Er zijn 2 kansen, hij groeit er overheen. Of hij houdt er een chronische astmatische aandoening in over. En op een gegeven moment kwamen wij terug van vakantie uit Frankrijk. Jongen had nergens last van gehad. En wij rijden zo vanaf de zuiden zo de Benelux-tunnel in. Niks aan de hand. Hij op de achterbank in de maxicosi. En wij rijden zo aan de Vlaardingenkant eruit, zeg maar. En je hoort hem helemaal vol lopen. En ja, dat was wel voor ons het signaal om daar wat aan te doen. En nou ja,
dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je werk hebt, weet ik het allemaal. En uiteindelijk zijn we toen in Drenthe terechtgekomen en nu in Groningen. Ja. Ja, in het aardbevinggebied, dat is ja. Beter? Nou, daar heb je hier geen last van. Dit is net het stukje wat op de Hondsrug ligt, daar zijn geen aardbevingen. Maar je komt dus uit Vlaardingen, hè? Ja. Shell Pernis in de buurt, de A20. Ja. Ja, nee, dat klopt. En ik hou onze zoon maar iedere keer eens hou vast. En ja, die is ook hier komen wonen. Heeft nooit meer een pufje nodig gehad. Is inmiddels ouder, loopt voorop bij de voetbaltrainingen. Weet je wel, dat geeft ons wel het idee dat we de goede keuze destijds gemaakt hebben. En nu ben je luchtvluchteling. Zijn er meer mensen als jij? Is dat een trend? Nou, of het een trend is, weet ik niet. Maar goed, ja, mensen verhuizen wel om dat soort redenen natuurlijk. Ik heb de verhalen ook gelezen. En als je dan ziet dat je kinderen chronische aandoeningen van kunnen krijgen. Ja, wat doe je dan? Ja, dan zoek je je heil ergens anders. Als dat kan, dan doe je dat, denk ik. Ja, allemaal naar Haren komen. Nou, dat zou ik ook niet doen. Maar er zijn genoeg mooie plekjes in Nederland waar je dat ook kan doen, denk ik. Nou ja, goed. Hier, als je in ieder geval van een frisse lucht houdt, kom je zeker in het Groningen of de Waddeneilanden of zo. Sparen loont niet meer. Waar je eerst nog rente ontving over je opgebouwde spaargeld, moet je waarschijnlijk binnenkort rente betalen om te sparen. Ja, Amanda Bulthuis, jij bent financieel journalist bij Geld.nl. Nou, de norm was altijd zo'n 0,03%, tenminste van de laatste tijd. Dat was al niet veel. Maar nu gaan we straks wellicht geld betalen over het geld wat we gespaard hebben. Dat is een bizar besluit, lijkt me. Ja, ja. Het is ook wel echt iets wat mensen heel erg bezighoudt, merken we ook uit de reacties die wij op geld.nl krijgen. En eigenlijk voelt het voor mensen heel oneerlijk. Maar je hebt gewoon hard gewerkt voor je spaargeld en hoezo zou je daarvoor moeten betalen? Ja, dus dan ga je het op de bank zetten. Waar moeten we aan denken? Hoeveel percentage gaat dat worden? Nou, we zien nu bij sommige banken al echt voor de hele hoge saldo's, als het gaat om tonnen of miljoenen, dat daar wel negatieve rentes op gevraagd worden. En dan zit je rond de 0,04 of 0,6 zelfs soms. Dus het is heel verschillend, dat is moeilijk om te zeggen. Maar wat wij wel denken is echt dat voor de kleine spaarders, dus mensen met een paar duizend euro op een spaarrekening, die gaan daar echt nog voorlopig helemaal niks van merken. Oké, maar even terug, hè? Want voorheen was het dan zo, of tot nu toe nog steeds eigenlijk, hè? Dat er moest een soort van 4% rente over een bedrag betaald worden, waar de consument uiteindelijk de 0,03 van betaalde. En dat gat, dat werd opgevangen door de bank zelf. Maar nu worden die kosten dus bij de consument neergelegd. Ja. Waarom wordt dat verschoven? Nou, de Europese Centrale Bank heeft ook al laten weten dat ze de rentes waarschijnlijk nog verder gaan verlagen. Dat betekent dat de banken nog meer geld moeten gaan betalen over het spaargeld wat zij bij de Europese Centrale Bank neerzetten. Mm-hmm. En dat is nu dus op een punt aangekomen dat banken zeggen, ja, dat willen wij niet meer zelf dragen. We willen daar ook een deel van de last bij de consument gaan leggen. En daar wordt nu over onderhandeld. Heeft sparen nog zin voor ons? Nou, het heeft natuurlijk altijd zin om wat geld achter de hand te houden voor als je wasmachine stuk gaat of voor die grote uitgaven die je wil doen om daar wat voor bij elkaar te sparen. Je kunt je wel afvragen hoe zinvol het nog is om hele grote bedragen op je spaarrekening te gaan hebben. Misschien kan je dan beter kijken naar of een deposito of aflos op je hypotheek. Of wat zou je nog meer kunnen doen inderdaad? Ja. Dan als je zoveel geld eenmaal op je bank hebt. Ja. Nou ja, er zit natuurlijk nou ook heel veel milieu-investeringen in je huis. Dat is bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp, dat soort dingen. Dat zijn ook mogelijkheden waar mensen naar kijken, beleggen. Ja. Maar we worden dus als het ware gestimuleerd om ons geld harder uit te geven. Hoewel ik een paar jaar geleden alleen nog maar hoorde, zorg dat je je buffer klaar hebt liggen voor later. Want wie weet wat de regering je nog gaat uitbetalen tijdens je AOW'tje. Ja. Dus maar wat kunnen we nou het beste doen? Want ik kan me voorstellen dat mensen hier een soort van paniek van krijgen. Ja. Ja, nou, het is eigenlijk ook een hele dubbele boodschap. Want aan de ene kant moet je inderdaad natuurlijk genoeg geld bij elkaar sparen voor je pensioen. Want ja, de pensioenfondsen zijn onzeker. AOW weet je niet, hè, als je over tientallen jaren met pensioen gaat, hoeveel je nog gaat krijgen. Nee. Dus het is echt wel belangrijk om ook echt zelf wat op te bouwen. Maar aan de andere kant, ja, als die negatieve rentes eraan komen, word je daar wel enigszins op bestraft. En dat is een hele lastige situatie, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar wat is de uiteindelijke reden dat we meer geld moeten gaan uitgeven? Nou, de reden is eigenlijk dat de Europese Centrale Bank wil dat de economische groei meer wordt, dat de inflatie omhoog gaat. Om die reden stimuleren zij de banken eigenlijk om meer geld uit te gaan geven. Ja. Door te zeggen van, als je het bij ons neerzet, dan moet je voor betalen. Aan de andere kant wordt dan ook het rente lenen. Of het een lening wordt lager in de rente, wil ik zeggen. Ja.
Dus dat is dan, je kunt makkelijker lenen. Ik denk toch dat de oude stok weer terugkomt. Ja, zou toch? Het? Nou, mensen roepen dat wel heel hard. Maar ik denk dat mensen zich er ook wel heel erg bewust van zijn wat de risico's zijn. Als er ingebroken wordt in je huis of er komt brand, dan ben je het kwijt. Ja. Dus ik denk dat mensen er eerder misschien voor zullen kiezen om het eerst op een betaalrekening te zetten. Of toch naar een bank te gaan met een iets hogere rente. In plaats van thuiswerken. Als het niet de oude sok is, dan gaan we het volgend uur al hebben over wat de alternatieven wel nog weer kunnen zijn. Ja, is goed. Dankjewel. Morgen is de film Downton Abbey te zien in de bioscoop. Na de vele prijzen bekroonde serie kon een verfilming niet uitblijven. In de bioscoopversie zien we de Crawleys en hun personeel zich voorbereiden op het belangrijkste moment in hun leven. Are you here for dinner, Mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Ab, je was een van de eerste die de film gezien heeft. Hoe vond je hem? Geweldig. De fans worden niet teleurgesteld door deze filmversie. We hebben 5 seizoenen meegemaakt, 52 afleveringen. En dit is toch een prachtige voorzetting van wat we al weten eigenlijk. De druk lag er eigenlijk best wel op na zo'n groot succes. Ja. Film of de serie? De film. Waarom? De omdat film? Het ook, ja. Oh, die had ik niet aanzien komen. Ja, nee. Maar kijk, het wordt ook geweldig in beeld gebracht. Hè? Dus dat landhuis wat je ziet, dat wordt via drone shots echt op het grote doek. Is dat echt indrukwekkend om te zien. Ja. En ze hebben ook een heel slim verhaal bedacht. Hè? In kort bestek, het koninklijk bezoek komt langs. En dat heeft meteen een conflict tot gevolg, want die brengt zijn eigen entourage mee, eigen koks, butlers, dus de vaste mensen, die gaan dat een beetje saboteren, dus wel leuk. De house staff, die komt in opstand. Ja, ja. En moet je de serie eigenlijk gezien hebben, nou, voordat je de film kan waarderen? Ik begrijp dat je dat vraagt, want ja, er zijn zoveel personages in die serie, maar ja, ik kan het niet beoordelen omdat ik de serie ken. Ja. Maar is het een rond verhaal op zich? Ja, het wordt mooi afgerond. Maar ik denk ook dat er nog wel een keer een tweede film komt, hoor. Hey, maar als de serie al 3 Golden Globes en 15 Emmys op zijn naam heeft staan, wat moet het betekenen voor een film dan die jij zegt eigenlijk nog fijner is om naar te kijken? Ja, nou ja, goed. Ze gaan uit van meer diepgang in de personages, want deze film duurt 2 uur, die afleveringen duurden. Dat is best een lange zit, juist, op zich. Ja. Maar het vloog voorbij. Het is heel snel gemonteerd. De scènes zijn echt heel compact, dus je maakt mee dat het was geen straf. Zeker geen straf. We gaan even wij zijn kijken. Ontzettend enthousiast, toch? Maar nog even het verhaal van de film. Het koninklijke bezoek dat op stapel staat voor de basis voor veel intriges, romantiek en schandalen. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties. Ab, hoe zou je de film omschrijven? Humor, tragiek, drama? Nee, het is gewoon gezellig drama. Er komen wat conflicten in voor. Er komt 1 spraakmakende scène in voor, die ik eigenlijk niet mag verklappen. Want het heeft met homoseksualiteit te maken. Maar het is een serie die toch zeg maar ook weer positief is. Hè? Want het geheim van Downton Abbey, het is geen cynische serie. Nee. Er gebeuren wel allerlei conflictjes en ruzies en zo. Maar die conflicten gaan dus wel met de tijd mee. Ja, want dit speelt zich af in 1927. Ja. Hè? Dus we hebben niet een grote sprong in de tijd gemaakt. Hè? Want anders zou Maggie Smith, hè, die Lady Violet, speelt 140 moeten zijn inmiddels. Ja, dat lukt niet heel dat hard. Niet. Dus er zit wel een soort chronologie ten opzichte van de tv-serie. Ja, dat is wel een mooi karakter inderdaad. Die zullen we in 2e uur nog even uitgebreid gaan bespreken. Maar van de 5 te vergeven sterren? Hoeveel? 4. 4 sterren? 4 sterren, absoluut. Ja. En de voorverkoop die loopt. We zijn er weer. Ja, elke week gaat René van social media platform Rumark speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week staat hij in Amersfoort. Ja, René, goedemorgen. Er moet ongetwijfeld kut in jouw quote zitten, want anders is het geen Rumark quote meer, toch?
Ja, het was wel even makkelijk, hè. Maar ja, vandaag eigenlijk ook weer. We kunnen het ook een smetje op de dag noemen. Maar ja, ik sta nog steeds in mijn eentje, want iedereen loopt weg. Ik loop even snel naar deze meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Heel goed. Hey, weet jij nog wat er gebeurde 18 jaar geleden? Ja, ik weet het. Wat dan? Dan met de vliegtuigen. Vliegtuigen, hè? Boem. Heeft dat een impact op u gehad, die tijd? Natuurlijk vreselijk. En vindt u het nog steeds belangrijk dat we daar vandaag de dag nog over hebben? Ja. Niet echt? Nee, herinnering, man. Ja, maar... Herinnering? Ja. En bent u zelf als bang voor aanslagen? Nee, niet echt. Niet echt? Nee. Ja, werken ze vandaag? Gaan er tegenaan. En wat mij opviel is in ieder geval dat de mensen vanochtend er niet echt van bewust waren dat het 9-11 is vandaag. Maar op het moment dat ze het over hebben, dan weten ze ineens weer waar het allemaal over gaat. En dat zag er zo uit vanochtend. Kunt u voor mij voorlezen? Nee, doe ik niet. Oké. Okay. Wat een kutdag, hè? Hoe was je 18 jaar geleden? Zou ik zo niet kunnen zeggen. En als ik zeg dat het toen 11 september was? Oh, wacht even, joh. Dat is waar. Ja. Dat is waar, ja, dat was wat. September. 18 jaar geleden? Ja. Oh, jee, ja, bizar, dat weet ik nog. Dat weet u dat nog? Anders goed, want ik was een baby aan het voeden op mijn werk. Ik denk, oh nou wordt de wereld nooit meer zoals het geweest was. Toen was ik in Turkije. Toen was je in Turkije? Ja, waren we net geland. Ja. Heel veel mensen herinneren zich nog wel waar ze waren. Ja, nee, ik weet het niet. Wat duurt nog? Ja. Nou, vertel eens. In de taxi. In de taxi? Ja, absoluut, in de taxi. Dat was ik. Gewoon aan het werk, ja. En je gaat je eigen soort toch niet uitroeien, of wel? Je moet wel weten wat er toen is gebeurd, zeg maar. Al is het maar dat je er les uit leert en dat je gewoon scherp blijft op dingen. Ja. Om er ieder jaar weer dezelfde films op televisie te gaan draaien en zo. Dat maakt het een kutdag. Geen schrik hebben van de dood. Ja. Nou, dat is ook een goeie. Niet bang zijn voor de dood. Het gebeurt uiteindelijk toch wel. Ja, daarom. Nee. Sommige mensen weten het niet eens meer. Nee. Die staan er helemaal niet meer bij stil. Nee, absoluut niet, nee. Zoals u. Ik sta wel weer stil. Ik moet even... Ja, u staat stil, want u heeft geen klanten. Nee, dus meteen niet. Gaat het over jeugdartsen die ouders gaan helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Want opvoeden, dat is niet altijd even makkelijk. En het gaat ook over een hele grote vis, een meerval van meer dan 2 meter lang en misschien wel een record. Ochtendpot hoor je in je app en op ad.nl. Wakker worden dus met Luc en Simone in onze app. En daar vind je ook weer een nieuwe aflevering van Foxpop. Hoe gaat het met de vrouwenemancipatie in Nederland? Ik vind het prima gaan. Ik dacht dat het wel redelijk ging. Nou, ik vind het wel redelijk eigenlijk wel. Ik bedoel dat feminisme en dergelijke. Ja, gelijke rechten voor vrouwen. Maar dat is het toch al lang hoor. Want je hoort dus heel veel, allemaal leesje dingen en zo over vrouwendiscriminatie. Ja, klopt. Maar in de praktijk merk ik er zelf weinig van. Ja, dat snap ik ook. Voor de tijd dat hij bij een paar vrouwen langsgaat. Wie weet zie je dat ook terug in de app. Nou, tot slot dan nog het weer. Want het is vandaag opnieuw bewolkt en het gaat af en toe regenen. De zuidwestenwind die wordt matig tot krachtig. Het zal tussen de 17 en de 19 graden worden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendshow to go. Na het familiedrama in Dordrecht zoeken buurtbewoners steun bij elkaar. Verslaggever Robin Nanninga van AD De Dordtenaar die was bij de bijeenkomst voor omwonenden. En betalen voor je spaargeld, waarom dat zo is en wat je het beste kunt doen, hoor je van Amanda Bulthuis, financieel journalist bij geld.nl. Verder, de tv-serie was zo populair dat de personages uit Downton Abbey nu op het witte doek te zien zijn. Of dat een succes is, weet filmrecensent Ab Zacht. Maar eerst collectieve verzekeringen die helemaal niet zo gunstig blijken te zijn. Ja, 2/3 van de Nederlanders die kiest voor zo'n verzekering vanwege de korting. Maar een normale verzekering is vaak voordeliger. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. We hebben contact met de algemeen directeur van Independer, Koen de Ruiter. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Hoe kan dat nu pas ineens blijkt? Nou, er is een aanleiding waarom we een onderzoek hebben gedaan. Collectieve verzekering, misschien zegt die term niet iedereen iets. Maar dat zijn verzekeringen die je doorgaans via je werkgever aangeboden krijgt voor de zorgverzekering. En dan krijg je een aanbod en er zit dan een hoge korting op. Nou, de minister heeft besloten dat die kortingen lager moeten gaan worden. Omdat een aantal doelen die waren
bepaald daar niet helemaal mee gehaald zijn. Heeft hij nu gezegd, nou die korting die moet omlaag. Dus wij zijn gaan onderzoeken of mensen dat eigenlijk weten dat die korting omlaag gaat. Dat bleek heel erg onbekend te zijn. 90% van de mensen die zo'n verzekering heeft, die weet dat eigenlijk helemaal niet. En wij hadden al eerder onderzoek gedaan, vorig jaar, dat de meeste mensen die in een collectieve verzekering zitten eigenlijk beter af zouden zijn als zij gewoon een verzekering zelf zouden afsluiten. Dus onze boodschap is zeker dit jaar, kijk eventjes goed naar jouw situatie, wat jij nodig hebt in je verzekering, en maak de juiste keuze. Ja, want, maar die korting die zou minder worden vanaf 1 januari 2020. Hè, die zou van 10% naar 5% gaan. Dus dat betekent eigenlijk dat het ook nog een beetje een toekomstverhaal is. Wanneer, zeg jij, is het nu wel gunstig om zo'n collectieve verzekering af te sluiten? Nou, straks vanaf 12 november dan zijn alle premies bekend. Dus dan wordt ook duidelijk wat deze vermindering van de korting gaat betekenen daadwerkelijk voor jouw verzekering. Wat we eigenlijk zien is dat iedereen die alleen maar kiest voor een basisverzekering, dus de door de overheid vastgestelde zorg, daar is eigenlijk een collectieve verzekering nooit gunstiger. Dan kun je altijd wel iets anders vinden wat voordeliger is voor jouw situatie. Heb je nou een heel uitgebreid pakket met aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld omdat je een fysiek beroep hebt en omdat speciaal met jou voor jouw werkgever is afgesproken dat je extra fysiotherapie bijvoorbeeld kan krijgen, dan zien we dat die pakketten vaak wel gunstig kunnen zijn. Dus naarmate de aanvullende vraag eigenlijk groter is, pakt het vaak wat voordeliger uit om wel zo'n collectief af te sluiten. Maar voor de meeste mensen is het echt goed om te kijken, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig en waar kan ik dat het gunstigst afsluiten? En heel vaak is dat dus niet bij via de werkgever. Oké, dankjewel Koen. Ja, het hele onderzoek is te vinden op onze site en in de app. Zo'n 300 buurtbewoners kwamen gisteravond bij elkaar om steun te zoeken naar het familiedrama in de Dordtse wijk Sterrenburg. Bij het drama kwamen maandag een vader, een moeder en hun twee kinderen van 8 en 12 om het leven. De vader was een politieman. Robin, jij was bij de ontmoetingskerk. Hoe was de sfeer daar? Ja, de sfeer was wel heel, heel gelaten eigenlijk. De mensen die zochten echt steun bij elkaar. Er kwamen zo'n 300 mensen op af inderdaad. Vooral veel kinderen die de meisjes kenden van school. Veel mensen van de voetbalclub ook, waar de moeder en een dochter op zaten. Je zag vooral dat mensen eigenlijk nog niet bevatten wat er nou eigenlijk gebeurd is. Nee. Ook burgemeester Wouter Kolf was aanwezig om de bezoekers toe te spreken. Hij zegt het volgende over de emotionele avond. Ik heb mensen ook toegesproken en geprobeerd wat hoop en moed mee te geven. En ook nog gehad over het feit dat we 9,5 jaar geleden in dezelfde wijk ook een verschrikkelijk drama hebben gehad. Veel herkenning. Ik denk dat het goed is dat mensen ook weten dat er ruimte is voor gesprek en dat je best verdrietig mag zijn. Je moet die emoties met elkaar delen en daar hebben we vanavond plek voor willen geven. Ja, de burgemeester geeft het ook al aan. Het drama van 9 jaar geleden, Millie Boele, die werd toen in de achtertuin van de buurman gevonden. Dat is natuurlijk een verhaal wat meteen weer loskomt als er zoiets gebeurt. Zeker, de vergelijking is natuurlijk ook heel snel te maken, want het ging toen ook om een politieagent. Ja. In dit geval weer, en het is echt op 500 meter afstand van elkaar. Dus ja, er wordt nu ook wel veel over gesproken natuurlijk in de wijk. Ja. Dat komt wel weer allemaal naar boven. Ja, want je hebt er nou zo'n 2 dagen rondgelopen, hè? Je hebt er verslag van gedaan. Wat is nou het meest opmerkelijke wat jij gezien hebt in die 2 dagen? Het meest opmerkelijke? Nou ja, je ziet vooral eigenlijk dat het gekke is dat er nu, het lijkt nu daar alsof er helemaal niks gebeurd is. Maandagavond was het natuurlijk vol met belangstellenden, heel veel pers. Gisterochtend was eigenlijk het huis nog wel afgezet met politielint, maar gistermiddag, ja, de auto's staan nog voor de deur, fietsen staan voor de deur. Het is eigenlijk alsof daar nog gewoon een gezin woont. Het huis lijkt bewoond. Ja, er liggen nu alleen heel veel bloemen natuurlijk, wat wel laat zien dat er iets ernstigs gebeurd is, maar ja, je kijkt ook de kamers van de kinderen nog binnen. Dus je bent heel erg bezig met wat zich daar allemaal heeft afgespeeld eigenlijk. Is er nog onderzoek in dat huis aan de gang? Nee, dat is eigenlijk maandagnacht afgerond. Ja, omdat er eigenlijk ook al heel snel duidelijk was natuurlijk wie de schutter was. Klopt, ja. Gisteren sprak Robin een buurtbewoner die tijdens de schietpartij in de buurt was. Ik ben gelijk er naartoe gegaan. Omdat ik hoorde van mijn maatje, die woont ernaast. Dus gelijk gaan kijken of het goed gaat met hem. En als je nog hoort wat er gebeurd is, dat is wel heftig. En, ik kende de kinderen ook. Want ik kom natuurlijk vaak met mijn maat. En die kinderen waren al buiten aan het spelen. Hele lieve kinderen. En hoe is de sfeer nu in de wijk? Ja, stil. Het is echt stil, dat merk je ook. Er zijn veel mensen op straat, dat wel. Maar iedereen is er om elkaar te helpen. De agent nam zijn dienstwapen mee naar huis. Daarmee heeft hij de schietpartij gedaan. Maar
Mocht hij die wel meenemen? Ja, die vraag wordt ook heel veel gesteld nu online. Mensen die bevatten natuurlijk niet hoe dat eigenlijk kan. Hè? Het gebeurt wel dat politieagenten dat mogen. Als ze oproepdienst hebben, is het niet heel ongebruikelijk. Maar meestal wordt een wapen wel in een kluis bewaard. Dus hoe dat in dit geval precies gebeurd is, hoe het kon dat hij toegang had tot het wapen, dat wordt nog wel onderzocht. Of er genoeg toezicht op is. Ja, precies. Ja. En de komende dagen zijn er nog herdenkingen. Wat gebeurt er de komende dagen? Nou, er is wel veel initiatief vanuit de club waar de moeder en dochter zaten. Vanuit scholen zijn er veel herdenkingsplekken ingericht. Ik verwacht ook wel dat er misschien nog een stille tocht gaat volgen deze week. Maar dat zal later vandaag of misschien in de komende dagen zal het duidelijk worden. Ja. We volgen het. Dankjewel. En we praten volgende uur door. Ja. Je hebt oorlogsvluchtelingen, je hebt economische vluchtelingen, maar er bestaan ook luchtvluchtelingen. Mensen die niet langer in de vieze dampen van de Randstad willen wonen en naar de uithoeken van Nederland trekken. Gisteren sloeg het Longfonds nog alarm over de slechte luchtkwaliteit in ons land. En verslaggever Peter Boender, die is in het Groningse Haren. Ja, Peter, merk je dat de zuurstof al naar je hersenen stroomt? Heerlijk, als je hier je neus ophaalt, dan is dat echt wel anders in waar ik woon, Oude Noorden in Rotterdam. Met al die vieze dampen daar zo. Dit is toch echt wel even anders. En dat weet jij ook, ja, Jan zeker, Roosendaal. Zeker, ja. Jij bent hier 20 jaar geleden heen verhuisd. Met welke reden? Ik was net vader geworden in februari. En van zo'n klein hummeltje. En inwoonde in Vlaardingen-Ambacht. En die jongen die had vanaf het begin had die last van zijn longen. Liep hij dikke vol, moest pufjes. En de huisarts die zei van ja, dat heeft met de vieze lucht te maken. Er zijn twee kansen, hij groeit er overheen. Of hij houdt er een chronische astmatische aandoeningen over. En op een gegeven moment kwamen wij terug van vakantie uit Frankrijk. Jong had nergens last van gehad. En wij rijden zo vanaf de zuiden zo de Benelux-tunnel in. Niks aan de hand. Hij op de achterbank in de maxicosi. En wij rijden zo aan de Vlaardingenkant eruit, zeg maar. En je hoort hem helemaal vol lopen. En ja, dat was wel voor ons het signaal om daar wat aan te doen. En nou ja, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je werk hebt, weet ik het allemaal. En uiteindelijk zijn we toen in Drenthe terechtgekomen. En nu in Groningen, ja. Ja, in het aardbevinggebied, dat is beter? Nou, daar heb je hier geen last van. Dit is net het stukje wat op de hondsrug ligt. Daar zijn geen aardbevingen. Ja. Maar je komt dus uit Vlaardingen, hè? Ja. Shell Pernis in de buurt, de A20. Ja. Ja, nee, dat klopt. En ik ga onze zoon maar iedere keer eens hou vast. En ja, die is ook hier komen wonen. Heeft nooit meer een pufje nodig gehad. Is inmiddels ouder, loopt voorop bij de voetbaltrainingen. Weet je wel, dat geeft ons wel het idee dat we de goede keuze destijds gemaakt hebben. En nu ben je luchtvluchteling. Zijn er meer mensen als jij? Is dat een trend? Nou, of het een trend is, weet ik niet. Maar goed, ja, mensen verhuizen wel om dat soort redenen natuurlijk. Ik heb de verhalen ook gelezen. En als je dan ziet dat je kinderen chronische aandoeningen van kunnen krijgen, ja, wat doe je dan? Ja, dan zoek je je heil ergens anders. Als dat kan, dan doe je dat, denk ik. Ja, allemaal naar Haren komen. Nou, dat zou ik ook niet doen. Maar er zijn genoeg mooie plekjes in Nederland waar je dat ook kan doen, ja. Denk ik. Nou ja, goed. Hier, als je in ieder geval van een frisse lucht houdt, kom je zeker in het Groningen of de Waddeneilanden of zo. Sparen loont niet meer. Waar je eerst nog rente ontving over je opgebouwde spaargeld, moet je waarschijnlijk binnenkort rente betalen om te sparen. Ja, Amanda Bulthuis, jij bent financieel journalist bij Geld.nl. Nou, de norm was altijd zo'n 0,03%, tenminste van de laatste tijd. Dat was al niet veel. Maar nu gaan we straks wellicht geld betalen over het geld wat we gespaard hebben. Dat is een bizar besluit, lijkt me. Ja, ja. Het is ook wel echt iets wat mensen heel erg bezighoudt, merken we ook, hè, uit de reacties die wij op geld.nl krijgen. En eigenlijk voelt het voor mensen heel oneerlijk. Maar je hebt gewoon hard gewerkt voor je spaargeld en hè, hoezo zou je daarvoor moeten betalen? Ja, dus dan ga je het op de bank zetten. Waar moeten we aan denken? Hoeveel percentage gaat dat worden? Nou, we zien nu hè, bij sommige banken al echt voor de hele hoge saldo's, als het gaat om tonnen of miljoenen, dat daar wel negatieve rentes op gevraagd worden. En dan zit je rond de 0,04 of 0,6 zelfs soms.
Dus het is heel verschillend. Dat is moeilijk om te zeggen. Maar wat wij wel denken is echt dat voor de kleine spaarders, dus de mensen met een paar duizend euro op een spaarrekening, die gaan daar echt nog voorlopig helemaal niks van merken. Oké, maar even terug. Hè? Want voorheen was het dan zo, of tot nu toe nog steeds eigenlijk, hè? Dat er moest een soort van 4% rente over een bedrag betaald worden, waar de consument uiteindelijk de 0,03 van betaalde. En dat gat, dat werd opgevangen door de bank zelf. Maar nu worden die kosten dus bij de consument neergelegd. Ja. Waarom wordt dat verschoven? Nou, de Europese Centrale Bank heeft ook al laten weten dat ze de rentes waarschijnlijk nog verder gaan verlagen. Dat betekent dat de banken nog meer geld moeten gaan betalen over het spaargeld wat zij bij de Europese Centrale Bank neerzetten. Mm-hmm. En ja, dat is nu dus op een punt aangekomen dat banken zeggen, ja, dat willen wij niet meer zelf dragen. We willen daar ook een deel van de last bij de consument gaan leggen. En daar wordt nu over onderhandeld. Heeft sparen nog zin voor ons? Nou, het heeft natuurlijk altijd zin om wat geld achter de hand te houden voor, hè, als je wasmachine stuk gaat of voor die grote uitgaven die je wil doen om daar wat voor bij elkaar te sparen. Je kunt je wel afvragen hoe zinvol het nog is om hele grote bedragen op je spaarrekening te gaan hebben. Misschien kan je dan beter kijken naar of een deposito of aflossen op je hypotheek. Of ja, wat zou je nog meer kunnen doen inderdaad? Ja. Dan als je zoveel geld eenmaal op je bank hebt. Ja. Nou ja, er zitten natuurlijk ook heel veel milieu-investeringen in je huis. Dat is bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp, dat soort dingen. Dat zijn ook mogelijkheden waar mensen naar kijken, beleggen. Ja. Ja, maar we worden dus als het ware gestimuleerd om ons geld harder uit te geven. Hoewel ik een paar jaar geleden alleen nog maar hoorde, zorg dat je je buffer klaar hebt liggen voor later. Want wie weet wat de regering je nog gaat uitbetalen tijdens je AOW'tje. Ja. Dus maar wat kunnen we nou het beste doen? Want ik kan me voorstellen dat mensen hier een soort van paniek van krijgen. Ja. Ja, nou, het is eigenlijk ook een hele dubbele boodschap. Want aan de ene kant moet je inderdaad natuurlijk genoeg geld bij elkaar sparen voor je pensioen. Want ja, de pensioenfondsen zijn onzeker. AOW weet je niet, hè, als je over tientallen jaren met pensioen gaat, hoeveel je nog gaat krijgen. Nee. Dus het is echt wel belangrijk om ook echt zelf wat op te bouwen. Maar aan de andere kant, ja, als die negatieve rentes eraan komen, word je daar wel enigszins op bestraft. En dat is een hele lastige situatie, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar wat is de uiteindelijke reden dat we meer geld moeten gaan uitgeven? Nou, de reden is eigenlijk dat de Europese Centrale Bank wil dat de economische groei meer wordt, dat de inflatie omhoog gaat. Dus om die reden stimuleren zij de banken eigenlijk om meer geld uit te gaan geven. Ja. Door te zeggen van, als je het bij ons neerzet, dan moet je voor betalen. Aan de andere kant wordt dan ook het rente lenen. Een lening wordt lager in de rente, wil ik zeggen. Ja. Dus dat is dan, je kunt makkelijker lenen. Ik denk toch dat de oude sok weer terugkomt. Ja, zou het? Nou, mensen roepen dat wel heel hard, maar ik denk dat mensen zich er ook wel heel erg bewust van zijn wat de risico's zijn. Als er ingebroken wordt in je huis of er komt brand, dan ben je het kwijt. Ja. Dus ik denk dat mensen er eerder misschien voor zullen kiezen om het eerst op een betaalrekening te zetten of toch naar een bank te gaan met een iets hogere rente in plaats van... Als het niet de oude sok is, dan gaan we het volgend uur al hebben over wat de alternatieven wel nog weer kunnen zijn. Ja, is goed. Dankjewel. Morgen is de film Downton Abbey te zien in de bioscoop. Na de vele prijzen bekroonde serie kon een verfilming niet uitblijven. In de bioscoopversie zien we de Crawleys en hun personeel zich voorbereiden op het belangrijkste moment in hun leven. Are you here for dinner, mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. I want every surface in this house to gleam and sparkle. The post's just arrived, my lord. Ab, je was een van de eerste die de film gezien heeft. Hoe vond je hem? Geweldig. De fans worden niet teleurgesteld door deze filmversie. We hebben 5 seizoenen meegemaakt, 52 afleveringen. En dit is toch een prachtige voorzetting van wat we al weten eigenlijk. De druk lag er eigenlijk best wel op na zo'n groot succes. Ja. Film of de serie? De film. Waarom? Omdat het ook, ja. Oh, die had ik niet aan zien komen. Nee, nee. Maar kijk, het wordt ook geweldig in beeld gebracht. Hè? Dus dat landhuis wat je ziet, dat wordt via drone shots echt op het grote doek. Is dat echt indrukwekkend om te zien. Ja. En ze hebben ook een heel slim verhaal bedacht. Hè? In kort bestek, koninklijk bezoek komt langs. En dat heeft meteen een conflict tot gevolg, want die brengt zijn eigen entourage mee. Eigen koks, butlers, dus de vaste mensen, die gaan dat een beetje saboteren. Dat is wel leuk. De house staff, die komt in opstand. Ja, ja. En moet je de serie eigenlijk gezien hebben, voordat je de film kan waarderen? Ik begrijp dat je dat vraagt, want ja, er zijn zoveel personages in die serie, maar ja...
Ik kan het niet beoordelen omdat ik de serie ken. Ja. Maar is het een rond verhaal op zich? Ja, het wordt mooi afgerond. Maar ik denk ook dat er nog wel een keer een tweede film komt, hoor. Hey, maar als de serie al 3 Golden Globes en 15 ja. Emmys op zijn naam heeft staan... wat moet het betekenen voor een film dan die jij zegt eigenlijk nog fijner is om naar te kijken? Ja, nou ja, goed. Ze gaan uit van meer... diepgang in de personages. Want deze film duurt 2 uur. Die afleveringen duurden... Dat is best een lange zit. Juist, op zich, ja. Maar het vloog voorbij. Het is okay. Heel snel gemonteerd. De scènes zijn echt heel compact. Dus je maakt mee dat... Het was geen straf. Zeker geen straf. We gaan even Wij zijn kijken. Ontzettend ja, enthousiast. Ja. Maar nog even het verhaal van de film. Met koninklijke bezoeken dat op stapel staat... voor de basis voor veel intriges, romantiek en schandalen. What is it? The king and queen are coming to stay. What? Here we go. A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties. Of hoe zou je de film omschrijven? Humor, tragiek, drama? Nee, het is gewoon gezellig drama. He, er komen wat conflicten in voor. Er komt 1 spraakmakende scène in voor, die ik eigenlijk niet mag verklappen. Want het heeft met homoseksualiteit te maken. Maar het is een serie die ook weer positief is. Hè? Want het geheim van Downton Abbey, het is geen cynische serie. Nee. Er gebeuren wel allerlei conflictjes en ruzies en zo. Maar die conflicten gaan dus wel met de tijd mee? Ja, want dit speelt zich af in 1927. Ja. Hè? Dus we hebben niet een grote sprong in de tijd gemaakt. Hè? Want anders zou Maggie Smith, hè, die Lady Violet, speelt 140 moeten zijn inmiddels. Ja, dat lukt niet heel dat hard, lukt niet. Nee. Dus er zit wel een soort... chronologie ten opzichte van de tv-serie. Ja, dat is wel een mooi karakter inderdaad. Die zullen we in 2 uur nog even uitgebreid gaan bespreken. Maar van de 5 te vergeven sterren? Hoe... 4. 4 sterren? 4 sterren, absoluut. Oh. En de voorverkoop die loopt... We zijn er weer. Ja, elke week gaat René van social media platform Rumark speciaal voor ons de straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week staat hij in Amersfoort. Ja, René, goedemorgen. Er moet ongetwijfeld kut in jouw quote zitten, want anders is het geen Rumark quote meer, toch? Ja, dat was wel even makkelijk, hè. Maar ja, vandaag eigenlijk ook weer. We kunnen het ook een smeetje op de dag noemen. Maar ik sta nog steeds in mijn eentje, want iedereen loopt weg. Ik loop even snel naar deze meneer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hoe is het? Heel goed. Hey, weet jij nog wat er gebeurde 18 jaar geleden? Ja, ik weet het. Wat dan? Met de vliegtuigen. Vliegtuigen, hè? Ja, boom. Heeft dat een impact op u gehad, die tijd? Ja, natuurlijk vreselijk. En vindt u het nog steeds belangrijk dat we daar vandaag de dag nog over hebben? Ja. Niet echt? Nee, herinnering, man. Ja, herinnering? Ja. En bent u zelf als bang voor aanslagen? Nee, niet echt. Niet echt? Nee. Nee. Ja, werken ze vandaag? Gaan er tegenaan. En wat mij opviel is in ieder geval dat de mensen vanochtend er niet echt van bewust waren dat het 9-11 is vandaag. Maar op het moment dat ze het over hebben, dan weten ze ineens weer waar het allemaal over gaat. En dat zag er zo uit vanochtend. Kunt u voor mij voorlezen? Nee, doe het niet. Oké. Wat een kutdag, hè? Hoe was je 18 jaar geleden? Zou ik zo niet kunnen zeggen. En als ik zeg dat het toen 11 september was? Oh, wacht even, joh. Dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Dat was wat. Dan weer 18 jaar geleden? Ja. Oh, jee, ja, bizar, dat weet ik nog. Dat weet u dat nog? Anders goed, want ik was een baby aan het voeden op mijn werk. Ik denk, nou wordt de wereld nooit meer zoals het geweest was. Toen was ik in Turkije. Toen was je in Turkije? Ja, waren we net geland. Ja. Heel veel mensen herinneren zich nog wel waar ze waren. Ja, nee. Weet u het nog? Ja. Nou, vertel eens. In de taxi. In de taxi? Ja, absoluut. In de taxi. Dat was ik. Gewoon aan het werk, ja. En je gaat je eigen soort toch niet uitroeien, of wel? Je moet wel weten wat er toen is gebeurd, zeg maar. Al is het maar dat je er les uit leert en dat je gewoon scherp blijft op dingen. Ja. Om ieder jaar weer dezelfde films op televisie te gaan draaien en zo. Dat maakt het een kutdag. Geen schrik hebben van de dood. Ja. Nou, dat is ook een goeie. Niet bang zijn voor de dood. Het gebeurt uiteindelijk toch wel. Ja, daarom. Nee. Sommige mensen weten het niet eens meer. Nee. Die staan er helemaal niet meer bij stil. Nee, absoluut niet, nee. Zoals u. Ik sta wel weer stil. Ik moet me even... Nou, u staat stil, want u heeft geen klanten. Nee, dus we moeten tegen. Ja.
gaat het over jeugdartsen die ouders gaan helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Want opvoeden, dat is niet altijd even makkelijk. En het gaat ook over een hele grote vis, een meerval van meer dan 2 meter lang en misschien wel een record. Ochtendpot hoor je in je app en op ad.nl. Wakker worden dus met Luc en Simone in onze app. En daar vind je ook weer een nieuwe aflevering van Foxpop. Hoe gaat het met de vrouwenemancipatie in Nederland? Ik vind het prima gaan. Ik dacht dat het wel redelijk ging. Nou, ik vind het wel redelijk eigenlijk wel. Ik bedoel dat feminisme en dergelijke. Ja, gelijke rechten voor vrouwen. Maar dat is het toch al lang hoor. Want je hoort dus heel veel, allemaal lezen dingen en zo over vrouwendiscriminatie. Ja, klopt. Maar in de praktijk merk ik er zelf weinig van. Ja, dat snap ik ook. Voor tijd dat hij bij een paar vrouwen langs gaat. Wie weet zie je dat ook terug in de app. Nou, tot slot dan nog het weer. Want het is vandaag opnieuw bewolkt en het gaat af en toe regenen. De zuidwestenwind die wordt matig tot krachtig. Het zal tussen de 17 en de 19 graden worden. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot zo. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendshow to go. Na het familiedrama in Dordrecht zoeken buurtbewoners steun bij elkaar. Verslaggever Robin Nanninga van AD De Dordtenaar die was bij de bijeenkomst voor omwonenden. En betalen voor je spaargeld. Waarom dat zo is en wat je het best kunt doen hoor je van Amanda Bult. Hij is financieel journalist bij geld.nl. Verder de tv-serie was zo populair dat de personages uit Downton Abbey nu op het witte doek te zien zijn. Of dat een succes is, weet filmrecensent Ab Zacht. Maar eerst nieuws van het Apple front. Ja, de tech-gigant die heeft gisteravond een aantal nieuwe versies van onder meer iPhones en Apple Watches gepresenteerd. In Silicon Valley is onze tech-verslaggever Chris Born. Ja, Chris, je was gisteren zelf aanwezig bij het Apple-event. Wat was het meest opmerkelijke? Goedemorgen, tenminste. Het meest opmerkelijke was eigenlijk dat er niet echt iets opmerkelijks was. Het leek echt op een tussenjacht. Dus een iPhone die natuurlijk een prachtig toestel. Maar echt qua innovatieve nieuwe dingen ontbrak het een beetje. En eigenlijk waren all eyes te zien in die. Die ze natuurlijk later dit jaar gaan uitbrengen. Maar ja, het meest opvallende is eigenlijk dat er niet heel veel opvallend was. Oh, nou, dat klinkt inderdaad. Normaal is het toch wel een heel spectaculaire show, inderdaad. Maar je verwacht natuurlijk altijd wel te horen over nieuwste iPhone, iPads. Maar er werd ook eigenlijk best al wel snel veel aandacht besteed aan series. Wat vind jij ervan dat het merk Apple ook de serie weg gaat inslaan? Nou, dat is een heel erg logische zet. De omzet vanuit smartphones digitaal natuurlijk al een tijdje. Er moet een omzet gemaakt worden. Dus dan gaan we onze horizon vergroten. En dat doen ze nu dus met series. En gisteren is aangekondigd dat die uitkomt begin november. En om meteen de oorlog aan te gaan met Disney eigenlijk, hebben we het ook voor een paar euro goedkoper. Ja. Dus dat wordt in ieder geval heel interessant. Maar heb jij zitten kijken dat je dacht van nou, dat wil ik echt per se hebben? Het moet komen van de content. En Disney is natuurlijk een gigantisch bedrijf met verschillende series en films vanuit heel veel verschillende werelden. En Apple moet het eigenlijk allemaal origineel gaan doen. Dus qua aanbod moeten we natuurlijk nog zien. Maar wat we al hebben gezien, ziet er wel goed uit. Okay. Nou, bedankt Chris Born vanuit Silicon Valley. Voor alles over het Apple-event van gisteravond kijk je op onze site of in de app. Zo'n 300 buurtbewoners kwamen gisteravond bij elkaar om steun te zoeken na het familiedrama in de Dordtse wijk Sternburg. Bij het drama kwamen maandag een vader, een moeder en hun 2 kinderen van 8 en 12 om het leven. De vader was een politieman. Robin, jij volgt het verhaal voor onze krant. Hoe was de sfeer daar? Bij de bijeenkomst bedoel je? Ja. Er waren heel veel kinderen aanwezig. Veel kinderen die ook de meisjes kenden. Veel scholieren, ook veel mensen van de voetbalclub waar de moeder en dochter voetbalden. En de sfeer was wel heel gelaten eigenlijk. Mensen zochten vooral steun bij elkaar. En de emotie speelt natuurlijk ook heel erg op zo'n avond. Zijn er nog recente ontwikkelingen?
Nou, het meest recent is eigenlijk dat de politieagent zijn dienstwapen gebruikt heeft om zijn dochters, zijn vrouw en zichzelf om het leven te brengen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk dat er gesproken wordt over of hij dat dienstwapen wel of niet had? Nou, het is natuurlijk iets heel geks, hè, dat een politieman, die heeft natuurlijk daarin een soort van macht. Hè. Hij heeft een dienstwapen waarmee hij zoiets kan aanrichten. Of dat dan belangrijk is, dat wordt nu natuurlijk nog onderzocht. En hoe het ook kan dat hij dat dienstwapen daar had. Ja. Ja. De verhalen gaan natuurlijk nu wel van dat het gek is dat je als politieman zoiets kunt aanrichten. Wat mij vooral opviel is het gekke dat het eigenlijk een heel leuk, fijn gezin was. Met allemaal fijne mensen, lieve kinderen. De man was altijd vriendelijk en behulpzaam. Ja. De vrouw zat in het sociale leven. Ja. Je kunt je niet voorstellen dat zo'n drama zich kan voltrekken in zo'n gezin. Ja, er is ook heel veel onbegrip natuurlijk, omdat niemand dit aan zag komen. Maar ja, dat speelt misschien toch meer in iemands hoofd dan de buitenwereld weet op dat moment. Ja. Gisteravond was er dus een bijeenkomst in de ontmoetingskerk in Dordrecht. De burgemeester vertelde daar dat hij bij de families van de slachtoffers op bezoek is geweest. Kort voor deze bijeenkomst ben ik langs geweest bij de moeder van het gezin, dus de oma van het gezin. Morgenochtend ben ik bij de grootouders van de andere kant. U zult begrijpen dat daar ook allerlei gevoeligheden zitten. We gaan met hen in gesprek over ook wat zij willen. En we zullen zien de komende dagen of er nog initiatieven komen vanuit de buurt of vanuit de stad. Om het gezin te gedenken. Verwacht jij de komende dagen nog meer initiatieven? Ja, die verwachting heb ik wel. Er wordt nu op de scholen zijn er al herdenkingsplekken ingericht. Die leven ook heel erg mee, dus ik verwacht wel dat er vanuit die hoek misschien nog een initiatief voor een stille tocht of iets dergelijks wordt gestart. De politieagent had uiteraard ook collega's. Ja. Wat zeggen die ervan? Ja, die heb ik nog niet persoonlijk gesproken, maar je kan natuurlijk voorstellen, hij werkte ook in de regio Dordrecht. Dus hij werd gewoon gevonden door directe collega's. Dus dat zal een enorme impact hebben gehad op hen natuurlijk. Dus ik verwacht wel dat er ook veel steun nu voor is om dat op te vangen. Ja, we volgen het. Dankjewel. We houden jullie natuurlijk op de hoogte via onze site en de app. Sparen, dat loont niet meer. Waar je eerst nog rente ontving over je opgebouwde spaargeld, moet je binnenkort de rente betalen om te sparen. Tenminste, dat zou zomaar het plan kunnen zijn. Amanda Bulthuis, je bent financieel journalist bij geld.nl. Mm-hmm. Met deze maatregel wil de Europese Bank eigenlijk het sparen ontmoedigen. Waarom willen ze dat ontmoedigen? Ja, sparen ontmoedigen is een groot woord. Maar wat ze eigenlijk wel willen is dat de banken en ook de consumenten meer geld gaan investeren in de economie. En waar zouden we in moeten investeren volgens hen? Dat noemen ze natuurlijk niet specifiek, maar waar wij altijd naar kijken en wat de consument ook wel interessant vindt, is bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen aan je huis, je hypotheek aflossen, schulden aflossen, beleggen. Dus dat zijn wel dingen waar mensen... Gaat het positieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de koopkracht of onze economie? Het is lastig te zeggen, want de rente is natuurlijk al best heel lang laag. En toch blijft die inflatie ook laag. Mm-hmm. De ECB heeft er wel heel veel vertrouwen in dat gaat gebeuren. Anders zouden ze het natuurlijk niet doen. En we zullen het zien. Ik vind het toch een beetje een gek verhaal. Want een paar jaar geleden kregen we nog te horen, zorg dat je je potje klaar hebt liggen. Je moet zoveel procent van je inkomen gaan sparen voor later. Want de zorg wordt minder uitgebreid. Pensioenen, pensioenfondsen, die waarschuwen ook al. Mm-hmm. Dat het misschien wel met 10% kan gaan dalen. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis ook denken van wat moeten we nou? Moeten we nu? Is er een richtlijn van hoeveel je bij wijze van op de bank zou moeten hebben en dat je de rest kunt investeren? Of hoe moet je dat zien? Er zijn wel richtlijnen, maar dat is heel erg afhankelijk van je eigen situatie. Ja, heb je kinderen? Heb je een eigen woning? Allemaal dat soort dingen zijn belangrijk als je gaat kijken naar hoeveel je zou moeten sparen. Maar gemiddeld wordt toch wel aangeraden om 20.000 tot 40.000 euro aan spaargeld gewoon aan te houden als buffer. Oké. Ja. Maar wat zou je dan doen als je meer geld hebt? Nou ja, als je heel veel meer geld hebt, kun je je inderdaad afvragen of het verstandig is om dat allemaal op een spaarrekening te laten staan. Als je toch al geen rente of straks zelfs negatief krijgt. En dan kun je dus bijvoorbeeld kijken naar, ga je het op een deposito vastzetten? Dan weet je in ieder geval zeker dat je nog rente krijgt de komende jaren. Maar dan kun je er inderdaad ook niet aankomen. Kun je er ook niet aankomen. Of inderdaad ga je het op een andere manier investeren. Door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen of energiemaatregelen aan je huis. Waardoor je uiteindelijk misschien weer bespaart op je vaste lasten. En zie jij het ook weer omdraaien? Is het nog een omkeerbaar proces? Of gaat die rente op een gegeven moment ook weer oplopen?
Nou, wij zien bij geld.nl eigenlijk dat de rentes blijven dalen. En we verwachten ook wel dat dat de komende jaren nog zo gaat zijn. Misschien op zijn vroegst 2022 dat er weer wat omhoog gaat. Maar voorlopig nog niet, helaas. We gaan het afwachten. Ja. Dankjewel. De Noordwijkse visboer Dick van Duin die weet niet wat hem overkomt. Deze foto van een eekhoorn die zichzelf tegen een bloem aandrukt. Oh, hij is zo mooi. Hij is te gek. Die gaat de wereld over en dat snappen we. Ja, Dick was de fotograaf en we hebben hem aan de lijn. Dick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jongen, van de Daily Mail tot de New York Times. Overal is hij te zien. Dat is eigenlijk wel de droom van iedere hobbyfotograaf. Of mogen we je zo niet meer noemen? Ja, dat klopt. Nee, dat is zeker een droom, ja. Hij staat echt in alle grote kranten wereldwijd. En op grote nieuwsstations in Amerika is hij te zien. Dus ja, dat is wel bijzonder. Maar is hij er nog aan geshopt, even tussen ons gezegd? Nee, het is echt gewoon helemaal echt. Er is niks aan gefotoshopt. Want waar heb je de foto genomen? In Wenen, in Oostenrijk. Je ging daar voor vakantie naartoe of wat is het verhaal achter deze foto? Hoe kwam die tot stand? Nee, ik ging echt speciaal daar naartoe om die eekhoorns te fotograferen. Maar dit heb je nooit durven dromen, dat daar zo'n mooi plaatje uitkwam, denk ik. Nee, inderdaad. Dat is wel heel goed gelukt. En dan betekent dat eigenlijk concreet dat Instagram is toch wel het netwerk van nu. Daar heb je ineens 70.000 volgers. Ja, dat gaat wel hard. Er komen er echt een paar honderd bij per minuut. Ja, dat is bizar natuurlijk. Maar wat denk jij? Blijf jij de visboer of zien we jou binnenkort jouw werk overal terug als fotograaf? Ja, wie weet. Wij denken van wel hoor. Ja, ga vooral zo door. Ja. Vanaf morgen kun je genieten van je favoriete personage uit de serie Downton Abbey in de bioscoop. It's not right for us to be humiliated in this way. Excuse me. We want to defend Downton's honor. We think we should fight back. This is treason. I have such a feeling that you can understand what's going on in my head. The last few days have made me think, what are we doing? Should we really go on with it? Albert, het ziet er prachtig uit. Jij bent een van de eerste die de film gezien heeft. Heb jij genoten van de kostuums, de personage en natuurlijk het kasteel? Alles en nog meer. Ja? het is echt heel goed gedaan. We zien alle bekende gezichten terug. De acteurs zijn heel goed op dreef. Er zitten een paar verrassende plotwendingen in. En het wordt ook heel mooi afgerond. Met de optie dat er waarschijnlijk nog een tweede film komt. Oh ja? Ja. En je hebt de cast gesproken? Ja, een deel van de cast. Hè, want het zijn er een stuk of 40. Dus had ik daar nog gezeten. Die heb je gesproken? Indruk gemaakt? Ja, ik heb Hugh Bonneville gesproken en Elizabeth McGovern. Zij bestieren eigenlijk Downton Abbey. Ja. En ze hebben geen groot aandeel in deze film. Maar ze hebben natuurlijk de anekdotes te vertellen over hoe het al die jaren geweest is om eerst die serie te maken. En na 3 jaar pauze de film. Ja, waar was iedereen enthousiast dat er een film aan kwam? Van de cast, Maggie Smith deed een beetje nukkig. Hè? De Lady Violet. Nee, helaas, die doet dat soort dingen niet meer. Ze is dik in de 80 en ze kwakkelt met haar gezondheid, helaas. Maar de rest heeft daar echt naar uitgekeken. Maar je kon natuurlijk wel iedereen vragen over hoe dat zij was. Want ja, zij staat ook wel een beetje bekend als de vilaine dame verhaal. Ja, zij is een beetje ook de koningin van het kasteel, landgoed. Dus er zijn mensen erg van haar onder de indruk. Ik heb een acteur gesproken die inmiddels in de 40 is, maar in het begin heeft hij 2 seizoenen haar niet durven aan te spreken. Het is toch bizar? Ja, maar ze heeft een uitstraling. Ze is vinnig, ze is pinnig, ze is snedig. En ze stelt hoge eisen aan haar tegenspelers. Als jij je best niet doet, dat merkt ze door al haar ervaring. En dat laat ze wel merken. En daar heeft ze geen zin in. Nee, maar dan, je doet je werk niet goed. Nee. Ik wel, zorg dat jij dat ook doet. Ja. En ze heeft al eens collega's aan het huilen gekregen op filmsets. Oh, ik hou ervan. En ik heb begrepen dat jij ooit haar slaapkamer hebt gezien. Ja. Nou, dat was dus in de Ealing Studios toen de serie werd afgerond. En ik was daar op de set. En toen werden alle decors uit elkaar gehaald. En ik stond in de slaapkamer van Lady Violet, zo heet Maggie in de serie.
En dat was toch wel een raar gezicht om allemaal timmerlieden met het ledikant er vandoor te zien gaan. Alsof het leven eindigt daar. Ja, daar kreeg je toch wel een kleine brok van in de keel, hoor. Ja. Toen was nog niet bekend dat er een film zou komen, trouwens. Zullen we toch nog even de allure van Maggie Smith? Oh, ja, zeker. Graag, ja. Graag. Downton Abbey is the heart of this community. And you're keeping it beating. Here they come now. Mr. Mosley? Your Majesties, welcome to Downton Abbey. Oh, can I help you? Someone must, sir, or I may never rise again. Geweldig. Ja. Spat ze ook echt van het doek? Ja, ze heeft een paar schitterende teksten. Ze krijgt ook de beste dialogen, hè, zeggen haar tegenspelers, met enige jaloezie. Maar zij weet dat ook zo goed te brengen. Maar waar ligt dat aan? Is dat omdat haar karakter daar gewoon perfect bij past? Ja, of omdat zij gewoon eigenlijk heel Downton Abbey draagt? Nou, voor een deel wel. Maar het heeft ook te maken dat de schrijver dat personage op zijn eigen grootmoeder heeft gebaseerd. Ja. Dus dat was ook geen makkelijke tante. Hebben, hè? Ja. Dus, zou zij nog een Oscar kunnen winnen voor deze rol? Ja, ik hoop dat ze volgend jaar genomineerd wordt voor de bijrol. Hè? Want niemand speelt echt een hoofdrol in die film. Maar ik hoop dat zij voor de bijrol... Hollywood houdt ook wel van dit sentiment. Hè? Ja. Iemand aan het einde van zijn carrière om nog... Ze heeft al twee keer gewonnen trouwens. Hoor. Wij ook wel, toch? Ik ook. Maar zij is 84, hè? Ja. Gaat zij nog een film trekken? Nou, ze doet er altijd heel moeilijk over. Maar ik denk, zonder Maggie Smith bestaat Downton Abbey voor mij niet. Nee. Dus ze moet ook, als er een volgende film komt, moet zij weer meedoen. Lekker. Bij deze. Spannend. Ja. Dankjewel. De film draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen. En vandaag staat er ook een groot artikel van jou in onze krant. Morgen. 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 Dus. Elke week dan gaat René van social media platform Rumark speciaal voor onze straat op om mensen op een pittige quote te laten reageren. En deze week staat hij in Amersfoort. Ja, René, goedemorgen. Waar was jij eigenlijk 18 jaar geleden? Goedemorgen. Nou, ik weet het nog. Ik zit in een snackbar en ik ben bijna huilend naar huis gerend. En dat is echt waar, want ik was doodsbang. Maar, meneer, waar was u 18 jaar geleden? 18 jaar geleden, hopelijk nog in mijn bed. Nou, dat denk ik niet, want weet je welke dag het is vandaag? Nee, eigenlijk niet. Vertel. Welke datum is het? 9e, toch? Of de 11e. Ook goed. Wat gebeurde er 18 jaar geleden op 11 september? Oh, jeetje, dat weet ik nog. Ik reed met de auto op de A20 vanaf Rotterdam terug richting Amersfoort. Ja, en was je geschrokken? Had het een impact? Ja, behoorlijk. En vind je het goed dat we het vandaag de dag nog over hebben? Of is dat niet meer nodig? Want eigenlijk ben jij het al vergeten. Nou, vergeten niet, maar je staat er niet meer zo naar stil. Of bij stil na 18 jaar, maar inderdaad, helemaal niet meer aan gedacht. Nee. Het is wel goed om erbij stil te staan. Ben je nog bang zelf voor aanslagen in Nederland? Nee, totaal niet. Schuw jij je voor grote plekken, voor festivals waar heel veel mensen komen? Nee, zelfs dat niet. En dat klinkt... Oh, dit gaat echt heel cru klinken. Nou. Ik weiger persoonlijk daaraan toe te geven. Plus, als je al op een gelegenheid bent waar duizenden mensen zijn, als er al iets gebeurt... Hoeveel gewonden en overledenen zijn er werkelijk? Het is tragedisch, hè? Ja. Maar wat is de kans dat als je er bent, dat er een aanslag is? En als hij er is, wat is de kans dat jou werkelijk wat gebeurt? Dus nee, ik weiger me daarvoor onveilig te voelen. Nou, dat is heel goed. Als Hollanders moeten we ons veilig voelen. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Nou, dit was een heel wiskundig antwoord. En vanmorgen hebben we ook al wat mensen gevraagd. Kunt u voor mij voorlezen? Ja, ik ben nee, doe eens niet. Oké. Okay. Wat een kutdag, hè? Waar was je 18 jaar geleden? Zou ik zo niet kunnen zeggen. En als ik zeg dat het toen 11 september was? Oh, wacht even, joh, dat is waar. Ja. Dat is waar, ja, dat was wat. September. 18 jaar geleden? Ja. Oh, jee. Bizar, hè? Dat weet ik nog. Dat weet u dat nog? Anders goed, want ik was een baby aan het voeden op mijn werk. Ik denk, oh, nou wordt de wereld nooit meer zoals het geweest was. Toen was ik in Turkije. Toen was je in Turkije? Ja, waren we net geland. Ja. Heel veel mensen herinneren zich nog wel waar ze waren. Ja, nou, ik weet het. Duurt nog. Ja. Nou, vertel eens. In de taxi. In de taxi? Ja, absoluut. In de taxi. Dat was ik. Gewoon aan het werk? Gewoon aan het werk, ja. En je gaat je eigen soort toch niet uitroeien, of wel? Je moet wel weten wat er toen is gebeurd, zeg maar. Al is het maar dat je er les uit leert en dat je gewoon scherp blijft op dingen. Ja. Om er ieder jaar weer dezelfde films op televisie te gaan draaien en zo. Dat maakt het een kutdag. Geen schrik hebben van de dood. Geen schrik hebben van de dood? Ja. Nou, dat is ook een goeie. Niet bang zijn voor de dood. Het gebeurt uiteindelijk toch wel. Ja, daarom. Nee. Sommige mensen weten het niet eens meer. Nee. Die staan er helemaal niet meer bij stil. Nee, absoluut niet, nee. Zoals u. Ik sta wel weer stil. Ik moet hem even u staat stil, want u heeft geen klanten. Nee, dus we moeten tegen.
Deze ochtend in de ochtendpot gaat het over jeugdartsen die ouders gaan helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Want opvoeden, dat is niet altijd even makkelijk. En het gaat ook over een hele grote vis, een meerval van meer dan 2 meter lang en misschien wel een record. Ochtendpot hoor je in je app en op ad.nl. Wakker worden dus met Luc en Simone in onze app. En daar vind je ook weer een nieuwe aflevering van Foxpop. Hoe gaat het met de vrouwenemancipatie in Nederland? Ik vind het prima gaan. Ik dacht dat het wel redelijk ging. Nou, ik vind het wel redelijk eigenlijk wel. Ik bedoel dat feminisme en dergelijke. Gelijke rechten voor vrouwen. Maar dat is het toch al lang hoor. Want je hoort dus heel veel, allemaal lezen dingen en zo over vrouwendiscriminatie. Ja, klopt. Maar in de praktijk merk ik er zelf weinig van. Het is meer wat er in de app dus te zien is. Ik ben blij dat die mannen het in ieder geval over eens zijn. Dan hebben we natuurlijk nog het weer, want vandaag wordt het opnieuw bewolkt en gaat het af en toe regenen. En de zuidwestenwind die wordt matig tot krachtig. Het zal dus tussen de 17 en 19 graden worden. Ik zeg tukje op de bank vanmiddag. Waar zijn? Zeker. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Tot ziens. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendshow to go. Na het familiedrama in Dordrecht zoeken buurtbewoners steun bij elkaar. Verslaggever Robin Nanninga van AD De Dordtenaar die was bij de bijeenkomst voor omwonenden. En betalen voor je spaargeld. Waarom dat zo is en wat je het best kunt doen hoor je van Amanda Bult. Hij is financieel journalist bij geld.nl. Verder de tv-serie was zo populair dat de personages uit Downton Abbey nu op het witte doek te zien zijn. Of dat een succes is, weet filmrecensent Ab Zacht. Maar eerst nieuws van het Apple-front. Ja, de tech-gigant die heeft gisteravond een aantal nieuwe versies van onder meer iPhones en Apple Watches gepresenteerd. In Silicon Valley is onze tech-verslaggever Chris Born. Ja, Chris, je was gisteren zelf aanwezig bij het Apple-event. Wat was het meest opmerkelijke? Goedemorgen, tenminste. Het meest opmerkelijke was eigenlijk dat er niet echt iets opmerkelijks was. Het leek echt op een tussenjaar. Het is een iPhone die natuurlijk een prachtig toestel. Maar echt qua innovatieve nieuwe dingen ontbrak het een beetje. En eigenlijk waren all eyes gespeed in die. Die ze natuurlijk later dit jaar gaan uitbrengen. Maar ja, het meest opvallende is eigenlijk dat er niet heel veel opvallend was. Oh, nou, dat klinkt inderdaad. Normaal is het toch wel een heel spectaculaire show, inderdaad. Maar je verwacht natuurlijk alles wel te horen over nieuwste iPhone, iPad. Maar er werd ook eigenlijk best al wel snel veel aandacht besteed aan series. Wat vind jij ervan dat het merk Apple ook de serie weg gaat inslaan? Nou, dat is een heel erg logische zet. De omzet vanuit smartphones digitaal natuurlijk al een tijdje. Er moet een omzet gemaakt worden. Dus dan gaan we onze horizon vergroten. Yeah. En dat doen ze nu dus met series. En gisteren is aangekondigd dat die uitkomt begin november. En om meteen de oorlog aan te gaan met Disney eigenlijk, hebben we het ook voor een paar euro goedkoper. Yeah. Dus dat wordt in ieder geval heel interessant. Maar heb jij zitten kijken dat je dacht van nou, dat wil ik echt per se hebben? Het moet komen van de content. En Disney is natuurlijk een gigantisch bedrijf met verschillende series en films vanuit heel veel verschillende werelden. En Apple moet het eigenlijk allemaal origineel gaan doen. Dus qua aanbod moeten we natuurlijk nog zien. Maar wat we al hebben gezien, ziet er wel goed uit. Okay. Nou, bedankt Chris Born vanuit Silicon Valley. Voor alles over het Apple-event van gisteravond kijk je op onze site of in de app. Zo'n 300 buurtbewoners kwamen gisteravond bij elkaar om steun te zoeken na het familiedrama in de Dordtse wijk Sternburg. Bij het drama kwamen maandag een vader, een moeder en hun 2 kinderen van 8 en 12 om het leven. De vader was een politieman. Robin, jij volgt het verhaal voor onze krant. Hoe was de sfeer daar? Bij de bijeenkomst bedoel je? Ja. Er waren heel veel kinderen aanwezig. Veel kinderen die ook de meisjes kenden. Veel scholieren, ook veel mensen van de voetbalclub waar de moeder en dochter voetbalden. En de sfeer was wel heel gelaten eigenlijk. Mensen zochten vooral steun bij elkaar. En de emotie speelde natuurlijk ook heel erg op zo'n avond. Zijn er nog recente ontwikkelingen?
Nou, het meest recent is eigenlijk dat de politieagent zijn dienstwapen gebruikt heeft om zijn dochters, zijn vrouw en zichzelf om het leven te brengen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk dat er gesproken wordt over of hij dat dienstwapen wel of niet had? Nou, het is natuurlijk iets heel geks, hè, dat een politieman, die heeft natuurlijk daarin een soort van macht. Hè. Hij heeft een dienstwapen waarmee hij zoiets kan aanrichten. Of dat dan belangrijk is, dat wordt nu natuurlijk nog onderzocht. En hoe het ook kan dat hij dat dienstwapen daar had. Ja. Ja. Maar ja, de verhalen gaan natuurlijk nu wel van dat het gek is dat je als politieman zoiets kunt aanrichten. Wat mij vooral opviel is het gekke dat het eigenlijk een heel leuk, fijn gezin was. Met allemaal fijne mensen, lieve kinderen. De man was altijd vriendelijk en behulpzaam. De vrouw zat in het sociale leven. Ja. Je kunt je niet voorstellen dat zo'n drama zich kan voltrekken in zo'n gezin. Ja, er is ook heel veel onbegrip natuurlijk, omdat niemand dit aan zag komen. Maar ja, dat speelt misschien toch meer in iemands hoofd dan de buitenwereld weet op dat moment. Ja. Gisteravond was er dus een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Dordrecht. De burgemeester vertelde daar dat hij bij de families van de slachtoffers op bezoek is geweest. Kort voor deze bijeenkomst ben ik langs geweest bij de moeder van het gezin, dus de oma van het gezin. Morgenochtend ben ik bij de grootouders van de andere kant. U zult begrijpen dat daar ook allerlei gevoeligheden zitten. We gaan met hen in gesprek over ook wat zij willen. En we zullen zien de komende dagen of er nog initiatieven komen vanuit de buurt of vanuit de stad. Om het gezin te gedenken. Verwacht jij de komende dagen nog meer initiatieven? Ja, die verwachting heb ik wel. Er wordt nu op de scholen zijn al herdenkingsplekken ingericht. Die leven ook heel erg mee, dus ik verwacht wel dat er vanuit die hoek misschien nog een initiatief voor een stille tocht of iets dergelijks wordt gestart. De politieagent had uiteraard ook collega's. Ja. Wat zeggen die ervan? Ja, die heb ik nog niet persoonlijk gesproken, maar je kan natuurlijk voorstellen, hij werkte ook in de regio Dordrecht. Dus hij werd gewoon gevonden door directe collega's. Dus dat zal een enorme impact hebben gehad op hen natuurlijk. Dus ik verwacht wel dat er ook veel steun nu voor is om dat op te vangen. Ja, we volgen het. Dankjewel. We houden jullie natuurlijk op de hoogte via onze site en de app. Sparen, dat loont niet meer. Waar je eerst nog rente ontving over je opgebouwde spaargeld, moet je binnenkort de rente betalen om te sparen. Tenminste, dat zou zomaar het plan kunnen zijn. Amanda Bulthuis, je bent financieel journalist bij Geld.nl. Mm-hmm. Met deze maatregel wil de Europese Bank eigenlijk het sparen ontmoedigen. Waarom willen ze dat ontmoedigen? Ja, sparen ontmoedigen is een groot woord. Maar wat ze eigenlijk wel willen is dat de banken en ook de consumenten meer geld gaan investeren in de economie. En waar zouden we in moeten investeren volgens hen? Dat noemen ze natuurlijk niet specifiek, maar waar wij altijd naar kijken en wat de consument ook wel interessant vindt, is bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen aan je huis, je hypotheek aflossen, schulden aflossen, beleggen. Dus dat zijn wel dingen waar mensen... Gaat het positieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de koopkracht of onze economie? Het is lastig te zeggen, want de rente is natuurlijk al best heel lang laag en toch blijft die inflatie ook laag. Mm-hmm. De ECB heeft er wel heel veel vertrouwen in dat gaat gebeuren, anders zouden ze het natuurlijk niet doen. En we zullen het zien. Ik vind het toch een beetje een gek verhaal, want een paar jaar geleden kregen we nog te horen, zorg dat je je potje klaar hebt liggen. Je moet zoveel procent van je inkomen gaan sparen voor later, want de zorg wordt minder uitgebreid. Pensioenfondsen, die waarschuwen ook al, mm-hmm. dat het misschien wel met 10% kan gaan dalen. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis ook denken van wat moeten we nou? Moeten we nu, is er een richtlijn van hoeveel je bij wijze van op de bank zou moeten hebben en dat je de rest kunt investeren? Of hoe moet je dat zien? Er zijn wel richtlijnen, maar dat is heel erg afhankelijk van je eigen situatie. Ja, heb je kinderen? Heb je een eigen woning? Allemaal dat soort dingen zijn belangrijk als je gaat kijken naar hoeveel je zou moeten sparen. Maar gemiddeld wordt toch wel aangeraden om 20.000 tot 40.000 euro aan spaargeld gewoon aan te houden als buffer. Oké. Ja. Maar wat zou je dan doen als je meer geld hebt? Nou ja, als je heel veel meer geld hebt, kun je je inderdaad afvragen of het verstandig is om dat allemaal op een spaarrekening te laten staan. Als je toch al geen rente of straks zelfs negatief krijgt. En dan kun je dus bijvoorbeeld kijken naar, ga je het op een deposito vastzetten? Dan weet je in ieder geval zeker dat je nog rente krijgt de komende jaren. Maar dan kun je er inderdaad ook niet aankomen. Kun je er ook niet aankomen. Of inderdaad ga je het op een andere manier investeren. Door bijvoorbeeld je hypotheek af te lossen of energiemaatregelen aan je huis. Waardoor je uiteindelijk misschien weer bespaart op je vaste lasten. En zie jij het ook weer omdraaien? Is het nog een omkeerbaar proces? Of gaat die rente op een gegeven moment ook weer oplopen?
Nou, wij zien bij geld.nl eigenlijk dat de rentes blijven dalen. En we verwachten ook wel dat de komende jaren nog zo gaat zijn. Misschien op zijn vroegst 2022 dat er weer wat omhoog gaat. Maar voorlopig nog niet, helaas. We gaan het afwachten. Ja. Dankjewel. De Noordwijkse visboer Dick van Duin, die weet niet wat hem overkomt. Deze foto van een eekhoorn die zichzelf tegen een bloem aandrukt. Oh, hij is zo mooi. Hij is te gek. Die gaat de wereld over en dat snappen we. Ja, Dick was de fotograaf en we hebben hem aan de lijn. Dick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jongen, van de Daily Mail tot de New York Times. Overal is hij te zien. Dat is eigenlijk wel de droom van iedere hobbyfotograaf. Of mogen we je zo niet meer noemen? Ja, dat klopt. Nee, dat is zeker een droom, ja. Hij staat echt in alle grote kranten wereldwijd. En op grote nieuwsstations in Amerika is hij te zien. Dus ja, dat is wel bijzonder. Maar is hij er nog aan geshopt, even tussen ons gezegd? Nee, het is echt gewoon helemaal echt. Er is niks aan gefotoshopt. Want waar heb je de foto genomen? In Wenen, in Oostenrijk. Je ging daar voor vakantie naartoe of wat is het verhaal achter deze foto? Hoe kwam die tot stand? Nee, ik ging echt speciaal daar naartoe om die eekhoorns te fotograferen. Maar dit heb je nooit durven dromen, dat daar zo'n mooi plaatje uitkwam, denk ik. Nee, inderdaad. Dat is wel heel goed gelukt. Zo. Hey, en dan betekent dat eigenlijk concreet dat Instagram is toch wel het netwerk van nu. Daar heb je ineens 70.000 volgers. Ja, dat gaat wel hard. Er komen er echt een paar honderd bij per minuut. Ja, dat is bizar natuurlijk. Maar wat denk jij? Blijf jij de visboer of zien we jou binnenkort jouw werk overal terug als fotograaf? Ja, wie weet. Wij denken van wel, hoor. Ja, ga vooral zo door. Ja. Vanaf morgen kun je genieten van je favoriete personages uit de serie Downton Abbey in de bioscoop. It's not right for us to be humiliated in this way. CP. We want to defend Downton's honor. We think we should fight back. This is treason. I have such a feeling that you can understand what's going on in my head. The last few days have made me think, what are we doing? Should we really go on with it? Albert, het ziet er prachtig uit. Jij bent een van de eerste die de film gezien heeft. Heb jij genoten van de kostuums, de personages en natuurlijk het kasteel? Alles en nog meer. Ja? het is echt heel goed gedaan. We zien alle bekende gezichten terug. De acteurs zijn heel goed op dreef. Er zitten een paar verrassende plotwendingen in. En het wordt ook heel mooi afgerond. Met de optie dat er waarschijnlijk nog een tweede film komt. Oh ja? Ja. En je hebt de cast gesproken? Ja, een deel van de cast. Hè, want ja. Het zijn er een stuk of 40. Anders had ik daar nog gezeten. Die heb je gesproken? Die heeft indruk gemaakt? Ja, ik heb Hugh Bonneville gesproken en Elizabeth McGovern. Zij bestieren eigenlijk Downton Abbey. Ja. Ja. En ze hebben geen groot aandeel in deze film. Maar ja, ze hebben natuurlijk de anekdotes te vertellen over hoe het al die jaren geweest is om eerst die serie te maken en na 3 jaar pauze de film. Ja, waar was iedereen enthousiast dat er een film aan kwam? Nou, van de cast, Maggie Smith deed een beetje nukkig. De Lady Violet. Nee, helaas, die doet dat soort dingen niet meer. Ze is dik in de 80 en ze kwakkelt met de gezondheid, helaas. Maar de rest heeft daar echt naar uitgekeken. En maar je kon natuurlijk wel iedereen vragen over hoe dat zij was. Want ja, zij staat ook wel een beetje bekend als de vilaine dame verhaal. Ja, zij is een beetje ook de koningin van het kasteel, landgoed. Er zijn mensen erg van haar onder de indruk. Ik heb een acteur gesproken die inmiddels in de 40 is, maar in het begin heeft hij 2 seizoenen haar niet durven aan te spreken. Het is toch bizar? Ja, maar ze heeft een uitstraling. Ze is vinnig, ze is pinnig, ze is snedig. En ze stelt hoge eisen aan haar tegenspelers. Als jij je best niet doet, dat merkt ze door alle ervaring. En dat laat ze wel merken. En daar heeft ze geen zin in. Nee, maar dan, je doet je werk niet goed. Ik wel, zorg dat jij dat ook doet. Ja. En ze heeft al eens collega's aan het huilen gekregen op filmsets. Oh, ik hou ervan. En ik heb begrepen dat jij ooit haar slaapkamer hebt gezien. Ja. Nou, dat was dus in de Ealing Studios toen de serie werd afgerond. En ik was daar op de set. En toen werden alle decors uit elkaar gehaald. En ik stond in de slaapkamer van Lady Violet, zo heet Maggie in de serie.
En dat was toch wel een raar gezicht om allemaal timmerlieden met het ledikant er vandoor te zien gaan. Alsof het leven eindigt daar even. Ja, daar kreeg je toch wel een kleine brok van in de keel, hoor. Ja. Toen was nog niet bekend dat er een film zou komen, trouwens. Zullen we toch nog even de allure van Maggie Smith? Oh, ja, zeker. Graag. Downton Abbey is the heart of this community. And you're keeping it beating. Here they come now. Mr. Mousley. Your Majesties. Welcome to Downton Abbey. Oh, can I help you? Someone must, sir. I may never rise again. Geweldig. Ja. Spat ze ook echt van het doek? Ja, ze heeft een paar schitterende teksten. Ze krijgt ook de beste dialogen, zeggen haar tegenspelers, met enige jaloezie. Maar zij weet dat ook zo goed te brengen. Maar waar ligt dat aan? Is dat omdat haar karakter daar gewoon perfect bij past? Ja. Of omdat zij gewoon eigenlijk heel Downton Abbey draagt? Nou, voor een deel wel. Maar het heeft ook te maken dat de schrijver dat personage op zijn eigen grootmoeder heeft gebaseerd. Ja. Dus dat was ook geen makkelijke tante. Precies, als we het oma hebben, hè? Nou, ja. Zou zij nog een Oscar kunnen?